Tot 2050 zullen zware regenbuien, hittegolven en langdurige droogtes als gevolg van klimaatverandering voor tientallen miljarden euro's aan schade in de stad veroorzaken. Om onze leefomgeving te beschermen, moeten we onze gebouwen, straten, tuinen en parken anders gaan inrichten. De Citydeal Klimaatadaptatie is een samenwerking van overheden, kennisinstellingen en marktpartijen. Via het City-to-City leren verbeteren we de aanpak voor een klimaatbestendige inrichting in 10 steden en dragen we eraan bij dat heel Nederland hiervoor in 2020 over de juiste kennis beschikt. Zo experimenteren we met groen-blauwe oplossingen. We passen de ruimtelijke inrichting zodanig aan dat de natuur een optimale bijdrage kan leveren aan de afwatering en afkoeling van de stad. We stimuleren initiatieven van mensen zelf, zoals leerlingen die het schoolplein onttegelen of buurtbewoners die samen een stadstuin aan willen leggen. Met de bouwsector kijken we hoe klimaatbestendig bouwen een betere plek kan krijgen in de bouwcyclus en helpen we overheden met het stellen van de goede vragen in aanbestedingen aan marktpartijen. Door gebieden slim in te richten en evacuatieplannen op orde te hebben, kunnen we de gevolgen van een overstroming beperken. Maar hoe zorgen we voor borging in de omgevingswet, heldere communicatie en goede afspraken over de verdeling van de kosten? Overal in Nederland lopen projecten tegen vergelijkbare problemen aan. Door van elkaar te leren, samen te experimenteren en innovaties te versnellen, verkrijgen we nieuwe inzichten over hoe je een project succesvol aanpakt. De Rijksoverheid gebruikt deze inzichten in de ontwikkeling van nationaal beleid. Ook landelijke beroepsverenigingen doen hun voordeel met innovaties uit de Citydeal. We hebben al een mooie samenwerking, maar we zijn er nog niet. Samen moeten we de goede praktijkvoorbeelden verder opschalen, barrières wegnemen en leren van elkaar. Dus ken ons, gebruik ons en trek samen met ons op. Voor meer informatie bezoek www.citydealklimaatadaptatie.nl. Beste mensen, reisgenoten op de weg naar een klimaatbestendige toekomst. Goed dat jullie vandaag deelnemen aan dit webinar. Vandaag is een Nederlandse mijlpaal op weg naar de Climate Adaptation Summit van 25 januari 2021. Op die dag zullen leiders van over de hele wereld een gezamenlijke Adaptation Action Agenda presenteren. Een agenda met concrete acties die de wereld voorbereidt op de gevolgen van klimaatverandering. Om weerbaarder te zijn tegen het jaar 2030. Want we hebben geen tijd te verliezen. Elke minuut verdwijnt er ongeveer 1 miljoen ton ijs in Groenland en Antarctica. Meer dan 3 miljoen ton in de tijd dat jullie naar dit filmpje kijken. De coronacrisis laat daarnaast zien hoe kwetsbaar we zijn. Hoe moeilijk het is om snel en effectief te reageren als we door een pandemie worden overvallen. Klimaatverandering overvalt ons niet. We weten heel goed wat er aan de hand is. We zien de effecten om ons heen. Droogte, overstromingen, vaker storm, opwarming van de aarde en zeespiegelstijging. We zitten nu in de penarie, dus we moeten ook nu wat doen. Daarom delen we onze kennis en ervaring en bundelen we onze krachten wereldwijd. Want klimaatverandering speelt overal en vraagt overal om maatregelen. Van delta's tot droge hoogvlaktes. We hebben in Nederland een eeuwenoude mondiale reputatie op het gebied van waterbeheer en nu ook van klimaatadaptatie. Vandaag staan 9 Nederlandse innovaties centraal. 9 interactieve webinars over de Nederlandse aanpak, waar de rest van de wereld hopelijk wat aan kan hebben. De Climate Adaptation Citydeal maakt steden weerbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. Vandaag bespreken jullie de nieuwe samenwerkingsverbanden. Om daarmee de kennis en ervaring van de 4 afgelopen jaren naar een hoger plan te tillen. Klimaatverandering beïnvloedt ons dagelijks leven. Het is een mondiaal probleem dat vraagt om een mondiale gezamenlijke aanpak. In januari 2021 organiseren we daarom de Internationale Climate Adaptation Summit. En vandaag bespreken we daarvoor een aantal Nederlandse showcases. Ik wens jullie een mooie en inspirerende dag. Welkom. Welkom bij de
bij het oogstfeest van de City Deal klimaatadaptatie. De komende decennia kunnen door extreem weer de Nederlandse steden veel schade ondervinden. De extreem weer en de stad zijn dus relevanter dan ooit. 2016 sloten 17 partijen een overeenkomst om daar werk van te maken. Inmiddels zijn dat meer dan 40 partijen geworden en die zijn klaar. Of die zijn eigenlijk klaar voor de volgende stap. De komende anderhalf uur bieden we u een overzicht van de resultaten van de City Deal klimaatadaptatie langs 7 belangrijke thema's. De oogst van 4 jaar. Voordat we daar naartoe gaan, introduceer ik graag mijn gasten hier aan tafel. Naast mij staat wethouder in Zwolle, Ed Anker. En daarnaast Bart Stoffels, coördinator van het City Deal programma klimaatadaptatie. Mijn naam is Maarten Klaassen en ik mag vandaag het gesprek leiden. Welkom. Ik start direct bij Ed. Jij hebt aan de basis gestaan van de City Deal klimaatadaptatie. Wil jij ons meenemen in het waarom, bij de start van die ambitie? Waarom ging het 4 jaar geleden los? Waarom zijn jullie dit thema begonnen? Wij kwamen er in Zwolle al heel snel achter dat klimaatverandering en water, het was op dat moment vooral water, droogte is echt afgelopen 2 jaar met stip ook nog eens binnengekomen. Maar dat we heel erg kwetsbaar zijn voor klimaatverandering omdat we al laag liggen. En daarmee zijn we een stad zoals veel steden in Nederland, maar zoals ook veel steden wereldwijd. En tegelijkertijd zien we die trend van verstedelijking. Dus steeds meer mensen willen in een stad wonen. Maar al die steden zijn extra kwetsbaar voor klimaatverandering, want ze liggen laag, ze liggen vlak dicht bij water en ze zijn versteend. Dus ze zijn ook kwetsbaar voor droogte en voor hitte. Als wij die verstedelijking in de toekomst mogelijk willen maken, moeten steden veranderen en klimaatbestendiger worden. En dat was eigenlijk datgene wat ons in beweging heeft gezet. Ja. Dat wij met een aantal steden willen voorop lopen om te gaan kijken hoe we dat zo goed mogelijk konden doen. Hartstikke goed. Nou heb je in die 4 jaar City Deal natuurlijk heel veel meegemaakt. Welke toegevoegde waarde sprong er voor jou uit? Ik denk dat het mooie is van de City Deal is dat wij vanaf het begin brede coalities hebben gevormd. Dus ik sprak ook vanaf het begin mensen uit het bedrijfsleven die tegen mij ook gewoon praktisch zeiden: overheid, ga andere vragen aan mij stellen als ontwikkelaar of als aannemer, zodat ik ook met betere oplossingen kan komen. Een overheid heeft vaak een oplossing die in het verleden heeft gewerkt en zegt: nou, daar wil ik er dan nu 10 van in plaats van 1. Terwijl misschien er ook nog wel een betere oplossing zou kunnen zijn. Ja. Dus stel betere vragen. Dat is denk ik hetgene wat ik het meest heb onthouden uit die eerste maanden. Heel goed. Dus dank je wel voor nu. We zien je nog een paar keer terug in deze komende tijd, in deze uitzending. Naast jou Bart Stoffels. Hè, hij heeft in al die tijd de organisatie daarachter en daaromheen georganiseerd als coördinator. Een flinke dosis aanpassingsvermogen rijker, denk ik. Wil jij ons meenemen, Bart, in de reis die de City Deal de afgelopen jaren heeft gemaakt? Ja, dankjewel Maarten. En mooi dat je het een reis noemt, want zo hebben we het ook ervaren. Voor mij is die reis begonnen ook op uitnodiging van de gemeente Zwolle. Right. Want die zeiden, nou, laten we maar eens kijken welke partners we aan deze deal kunnen verbinden. Ed, jij begon ook met te zeggen dat dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven moest zijn, maar uiteraard ook andere gemeenten. Dus we hebben eigenlijk een alliantie zijn we gaan opbouwen. Ik heb daar een plaatje bij, ik weet niet of die in beeld mag komen. Ja, dus de reis die we in 4 jaar gemaakt hebben, die begon uiterst rechts 2016... We hebben dat gevisualiseerd als een rivier die langzamerhand ook groeit. Hè. Dus er kwamen steeds meer partners bij. Groningen ging meedoen, Eindhoven, enzovoorts, enzovoorts. En die mondt uit, zoals je ziet, in een delta. En die delta staat symbool voor de 7 overdrachtsvraagstukken die we ook nog hebben. Dus in dit netwerk hebben we niet de illusie dat we klaar zijn in 4 jaar, maar we hebben wel enorme stappen gezet. Heel goed. En dat bestaat uit allemaal kleine resultaatjes, adviezen, instrumenten, tools die we met elkaar hebben opgebouwd. Welke sprongen voor jou uit? Bijvoorbeeld ons advies aan de Tweede Kamer. Is denk ik een heel mooi moment geweest in 2018. Waarin de Kamer echt heeft gevraagd: beste City Deal mensen, wat moeten wij nou als Rijk gaan doen? Heel goed. En nou heb je op die reis heel veel klimaatadaptatie professionals. Misschien 4 jaar geleden was dat nog niet zo, maar het zijn er steeds meer geworden volgens mij. Wat kenmerkt die mensen nou? Wat doen ze? Welke muziek vinden ze leuk? Hoe ruiken ze? Heb je daar een beschrijving van dat je ze kan herkennen? Het zijn echt buitenmensen. Het zijn hele gemotiveerde mensen die ook in die periode af en toe gewoon van werkgever wisselden. Ja. We hebben mensen gehad die deden mee in de City Deal vanuit Heijmans en later bij een adviesbureau en deden gewoon nog precies hetzelfde. Dus die motivatie is zo goed dat het eigenlijk niet uitmaakt wat er op je visitekaartje staat. Kijk.
Dus als je bij de club zit, dan hoor je, blijf je erbij horen. Ja. We noemden die zeven thema's en het, ja, we zijn klaar, maar we zijn het ook nog niet. Wat bedoel je daar dan mee? Je bent toch klaar nu met de City Deal? Daar bedoel ik mee dat de doelstelling, staat ook op dit plaatje verwoord, die hebben we eigenlijk omarmd vanuit het Delta-programma. En daarin hebben we bestuurders in heel Nederland met elkaar destijds gezegd, in 2020 willen we handelingsbekwaam zijn voor zoiets als een stad. Ja. Nou, een stad bestaat uit woningcorporaties, uit spoorlijnen, uit wegen. Dus er zijn zoveel stakeholders die daar allemaal in mee moeten. En dan kan je denk ik achteraf constateren dat vier jaar nog wat optimistisch is om dat allemaal te bereiken. Dus vandaar dat we ook hebben gezegd, we moeten ook echt weer ons estafettestokje gaan overdragen. Ja. Er is meer te doen. Heel goed. Nou, dat gaan we vandaag doen. Dankjewel Bart voor deze, en Ed voor deze introductie. Graag neem ik jullie mee naar mijn andere kant. Vandaag heb ik de luxe van twee sidekicks, Suzanne en Berry. Suzanne Potjer is consultant bij Twijnstra en Gudde. Je was tot voor kort verbonden aan het Urban Future Studios van de Universiteit Utrecht. En vandaag heeft Suzanne de vrije rol om er iets van te vinden. Dus dat geldt eigenlijk voor alle sprekers en elk thema. Suzanne mag er iets van vinden op haar expertisegebied. Want jij bent goed in het proces daarvan, dat proces van samenwerking, experimenteren, leren, besturen, opschalen. Waar ga je vandaag dan op letten? Ja, nou, wat je zegt klopt. Mijn interesse zit in het proces, ik ben ook bestuurskundige en ik heb eigenlijk de afgelopen jaren heb ik de City Deals als werkwijze gevolgd. En mijn expertise zit een beetje in het experimenteren en leren als vormen van bestuur, nieuwe manier van collectieve problemen oplossen. En ik zie de City Deal echt als een goed voorbeeld daarvan. En tegelijkertijd zie je ook dat het enorm zoeken is. Want het is een nieuwe werkwijze. En mensen moeten het in de praktijk maar met elkaar uitvinden hoe je dat eigenlijk doet. En waar ik dus vandaag naar ga kijken en heel erg benieuwd naar ben, naar alle verhalen, is hoe werkt deze manier van samenwerken nou? En wat kunnen we daar nou eigenlijk van leren? Ja, hartstikke goed. Nou, jij mag inbreken als je er iets van vindt. Hè? Als het helemaal goed gaat of je denkt, nou, dat is wel heel veel nikszeggendheids of zo. Dus grijp in. Naast jou, Berry. Misschien voor velen van de City Deal professionals bekend. Berry Gersonius, secretaris van de City Deal. Een duizendpoot zou je kunnen zeggen. Vandaag is hij onze chathost. Jullie zien de laptop voor hem. Bij het kijken naar de livestream kun je rechts, meestal rechts, dat hangt een beetje van je scherm af, maar de chatoptie gebruiken. Dus doe dat vooral, geef je mening, stel je vragen. En Berry kan daar mogelijk antwoord op geven. En als ze heel relevant zijn en in het moment dan komen ze hier direct aan tafel. Dus ik ben benieuwd of dat gaat werken en welke vragen we terug gaan horen. Berry, we hebben de hele voorbereidingen gedaan. Wat had je niet verwacht en is toch in de afgelopen maand gebeurd in aanloop naar dit moment? Ik denk dat het feit dat we hier staan vrij onverwacht is al. Hè? Ja. Het is heel mooi dat het door kan gaan als online event. We hadden het oorspronkelijk gepland als een hybride event, omdat we graag het moment, de afsluiting, willen delen met al die enthousiaste klimaatwerkers van de City Deal. Dat kon helaas niet doorgaan, want waar de maatregelen opgeschaald werden, moesten wij afschalen. Maar nog steeds heel mooi als online event. En gisteren had ik het nog over met Dirk Krijsman van het CAS-team. Vandaag had eigenlijk de summit geweest hier in de Kromhouthal. Ja, dan had jij hier als wereldleider gestaan. Ja, dan had ik hier als wereldleider gestaan en samen met Bill Gates en Ban Ki-moon. Wij staan nu op hun plek, zo zou je het kunnen zien. Ja. En dat is toch vrij bijzonder, denk ik. Ja, super. Ja, en ook een flinke dosis aanpassingsvermogen om al die draaiboeken weer aan te passen en alle mensen te hebben. Dus we hebben ze staan, heel goed. Heb je al een beetje zicht op wat er binnenkomt? Zijn er al reacties? Ja, we krijgen leuke vragen binnen via de chat. Ik lees net van Ingrid van gemeente Epe. Dat zij al de goede voorbeelden van de City Deal gaan gebruiken. Dus dat is eigenlijk wat we willen bereiken met deze opschaling. Dus live in actie. Hartstikke mooi. Ik mag jullie meenemen nog naar misschien wel het leukste onderdeel. Dat hangt een beetje van je interessegebied af. De klimaatwoorden bingo. Die hebben we bedacht om onszelf ook een beetje scherp te houden op taal. Want dat is niet altijd vanzelfsprekend in City Deal de wereld. Berry plaatst zo in jullie in de chat het formulier met zeven klimaatwoorden waarvan wij denken, nou, misschien kunnen ze ook wel anders. De verwachting is dat ze langskomen vandaag. Dus heb je ze allemaal weggestreept
En je hebt nog 3 woorden extra gevonden waarvan je denkt, nou, die hadden ook wel weggestreept mogen worden. Die kun je gewoon vrij invullen. Dan trek je aan de bel en neem je contact op met Barry. Of Barry neemt contact op met jou. En dan mag je hier in de uitzending komen en krijg je een leuke prijs. Dus dat even voor de afwisseling. Als je denkt, nou, die opschalingsthema's, staat dat erbij? Opschaling staat er niet bij. Maar er staan andere woorden wel bij. Opschaling is ook een woord met meerdere betekenissen. Ja. Dus veel plezier in ieder geval met dit onderdeel. Wij horen wel wanneer het zover is, Barry. Wat jullie al gemerkt hebben is misschien in het doorlezen van het draaiboek, of eigenlijk de uitnodiging, is dat we een ambitieus programma hebben, mede dankzij deze heren die hier staan. Ambitie is hun niet vreemd. Compact, zegt een regisseur dan, dus dat is ook mooi. Wij gaan in ieder geval bijna aan de slag met het eerste thema. Na 3:30 hebben wij nog ruimte om meer in gesprek te gaan in 7 netwerkcafés. Ik geef daar dadelijk meer uitleg over. Maar in de tussentijd is jullie interactiemethode dus de chat. En daarna kunnen we echt ook face-to-face spelen. Wij zijn er klaar voor. Dus ik ga daarvoor direct naar het eerste thema. De eerste van 7. De integrale aanpak openbare ruimte. En ter introductie tonen we het resultaat uit Amsterdam. Welkom. We hebben de studio alweer omgebouwd in de tussentijd. De schoonmaker is langs geweest. Aan tafel staat nog Ed Anker. Maar ook aangeschoven is Yvonne Jacobs, directeur stadswerken bij de gemeente Amsterdam. En Joyce van den Berg, hoofdontwerper bij ruimte en duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Welkom. Ed, dit eerste thema, we hebben daar net een introductie van gezien. Wil jij ons meer vertellen over het belang van die integrale aanpak openbare ruimte? Er is namelijk tijdens die City Deal heel veel over gesproken. Waarom heeft de City Deal zich juist hiermee bezig gehouden? Dat komt omdat de stad één geheel is van gebouwen, van straten, van scholen, van huizen. Met allemaal verschillende eigenaren. Maar dat hele geheel, dat is kwetsbaar voor klimaatverandering. En dat hele geheel moeten wij dus op een hele slimme en fijnmazige manier toekomstbestendig, klimaatbestendig maken. En eigenlijk is daardoor het motto geworden van de City Deal Klimaatadaptatie, de nieuwe deltawerken, die bouwen wij in de haarvaten van de stad. Dus elke straat moet klimaatrobuust worden. Dus een geveltuintje, hoe klein ook, draagt bij aan de robuustheid van het geheel. En daarmee kan een geveltuintje al een deltawerk zijn. Mooi, mooi. En Yvonne, Joyce, waar zijn jullie mee bezig? Want we zagen al eigenlijk die preview in het filmpje. Ja, ik kan het kort vertellen. We zijn ook bezig met die geveltuinen. Op operationeel niveau doen we een heleboel dingen. Als je dan 1 niveau hoger gaat op tactisch niveau, dan hebben we de Puccini-methodiek in Amsterdam. Waar we afspraken maken van alle toepassingen van materialen in de stad. En op strategisch niveau zijn we nu bezig met de integrale ontwerpmethode die net in beeld was. En dat geheel vult elkaar aan. En in het operationele is misschien wel de leukste die ik vind. Hij is heel klein. Dat is de NK tegelwippen. Om te zorgen dat er meer groen in de stad is en minder steen. En volgens mij heeft Amsterdam die verloren. Maar het was wel een mooi evenement. Volgens mij kunnen er ook meerdere winnaars zijn. Ja. Dat hangt weer van je perspectief af. Maar dat is waar. Iedereen is dan een winnaar. Hè? Dus als je met z'n allen. Dat vind ik het leuke van die kleine methode. Want het gaat ook echt om grote ingewikkelde dingen. Maar door die kleine dingen ook belangrijk te maken, heb je ook direct een handelingsperspectief voor mensen zelf in hun achtertuin of voor in de straat en met hun buren. Super. Maar die integrale methode is eigenlijk ook het onderwerp wat hier centraal staat. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Of Joyce, je houdt daar ook de pen vast. Wat is dat dan en wat staat daar te gebeuren? Daar staat een hoop te gebeuren. We zijn er maar net begonnen. Wat we daaraan doen is van onder naar boven kijken. Iets heel anders. Dus de ondergrond, alle nutspartijen, de energietransitie, klimaatadaptatie, droogte, hitte, horen daar ook bij.
Dus warmte in de bodem is ook een aspect waar we nog niet over nagedacht hebben. Dus er is nog relatief veel onbekend op dit terrein. En hoe dat integraal bij elkaar te brengen en uiteindelijk te gaan richten op uitvoering en implementatie. En dat is ook wat we, dan zal ik het stapje maken naar volgende week. Volgende week willen we jullie graag uitnodigen voor een symposium wat zal plaatsvinden. Waarbij ook de nieuwe City Deal openbare ruimte als eerste gemeentes getekend gaat worden. Dus we hebben ook een plaatje bij zelfs maar. Volgende week donderdag op deze tijd staat dat te gebeuren. Hartstikke mooi, een grote stap om eigenlijk weer een nieuwe City Deal te gaan verzilveren. Ik ben wel benieuwd, stadswerken, Yvonne, en zo'n integrale aanpak. Je noemde dat net strategisch niveau. Waarom is die integrale aanpak relevant voor jullie als stadswerken? Nou, wat je ziet is, kijk, stadswerken is een uitvoeringsorganisatie. Dus wij zijn op straat. Het goede nieuws is dat in mijn directie niet voor een groot deel niet thuis hoefde te werken, maar gewoon buiten mocht werken. Ja. Maar met die integrale aanpak kan je bijvoorbeeld het aantal opbrekingen in de openbare ruimte gaan terugdringen. En dat gaat een heleboel werk schelen. En minder werk is altijd voordelig, ook voor het klimaat. En zo kan je dus met elkaar zorgen dat je al hier en nu gaat zorgen dat je een voordeel gaat krijgen. Super. Goed dat je daarbij aansluit. En misschien ook wel, Joyce noemde net al een heel aantal thema's. Dat betekent eigenlijk ook een heel divers gezelschap aan spelers. Die misschien zich niet eens tot de Amsterdamse stadsgrens willen beperken. Ja. Als ik Suzanne net hoorde, dan is dat heel belangrijk om juist ook te vernieuwen in die samenwerking. Wie zijn daar allemaal betrokken? Ja, nu zijn daar vier gemeentes die gaan sowieso tekenen. Dus beginnen. Dus de uitnodiging naar alle gemeenten staat nog open. Dus meld je aan. Dus Leiden, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam is nog een beetje te veel Randstad, laten we eerlijk zijn. Maar andere partijen als Waternet, Liander, Naturalis, dus ook biodiversiteit, super, is van belang. Ik zie onze chathost Berry met zijn hand wijzen. Zeg het. We krijgen een vraag van Peter van Blauwzaam. Hoe kun je dit ook online doen, in een online forum doen? En bedoel je het ontwerp, hè? Die integrale, integrale werk aan de stad? Is dat online te doen, jongens? Ja. Want dat is de nieuwe werkelijkheid. Dat is online te doen, dat doen we al. Dus wij maken gebruik van een aantal slimme tools. En dat zal ik nu even achterwege laten. Maar dan kunnen wij gewoon echt met grote groepen, zelfs met 50 mensen tegelijk, ontwerpen en technisch alles bekijken en beheersmatig alles doornemen. Het vraagt veel voorbereiding. Maar ja, het kan. En het is ook nog eens leuk. Hartstikke mooi. Ja, super. Ed, wat een knaller. Een knaller van een overdracht, zou ik zeggen. Je hebt via jouw City Deal klimaatadaptatie en volgende week start gewoon op je eigen thema bijna. Maar het thema van ons allemaal dan. Een nieuwe. We hebben voor die overdracht symbolen gemaakt, stokjes. Estafette stokjes is het niet helemaal, maar het zijn wel stokjes met ambitie. Of in ieder geval een boodschap die meegegeven wordt naar een nieuwe samenwerking. En dit lijkt me wel een moment om die overdracht zo te doen. Daar hoort natuurlijk wel luidt en duidelijk die ambitie bij. Welke symbolische overdracht wil je meegeven met het overdragen van dat stokje? Nou, wat ik mooi vind, hè, dus dat het naar stadswerken gaat. Dat moet al de mooiste dienstnaam zijn die er is in Amsterdam. Maar daarmee laat je dus zien dat datgene wat in de vorige City Deal misschien nog wel een voorhoede was. Een groep koplopers die zeiden, wij gaan het uitvinden. Wij gaan kijken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen om het zich te laten nestelen. Dat er dan nu door zo'n speler als Stadswerk in Amsterdam wordt overgenomen. Dat in het dagelijks werk moet geplaatst worden. Dat mensen het op straat allemaal gaan zien. Dat jullie het op een andere manier gaan doen. Ja, dat is fantastisch. Want uiteindelijk wil je dit niet een studeerkamer gebeuren laten zijn. Nee, het moet in het dagelijks werk overal zichtbaar zijn. Al die deltawerken overal in de straat. Dus ik ben heel blij dat we het mogen overdragen. Super. Ga je gang, zou ik zeggen. Helemaal gedesinfecteerd en veilig. Ja. Mag jij het houtje wel vastpakken en ik niet. Dankjewel. En ik heb nog een vraag voor je. Oh. Want je draagt het nu over naar mijn directie, maar eigenlijk naar de hele gemeente Amsterdam en alle collega-steden die meedoen. Maar wat gebeurt er nu in Zwolle? Wat er nu gebeurt in Zwolle? Met dit thema. Nou, wij zijn op dit moment druk bezig met het vergroenen eigenlijk straat voor straat voor straat. En wat ik daar heel gaaf aan vind, is dat wij merken dat wij
op verschillende niveaus aan het werk zijn. Enerzijds op de regio, op de stad en op straatniveau. En juist in het straatniveau beginnen mensen heel snel aan te haken. Dus als wij met groot onderhoud langs moeten, dan beginnen mensen al aan ons vragen, kan dat niet klimaatactiever, kan dat niet groener? En zo hebben wij de ene na de andere klimaatstraat. En op, ja, voor de rest blijft ons ook de zorg voor de delta. Dat is echt het hogere niveau met het waterschap, et cetera. Maar ik ben daar wel trots op dat dat gebeurt. En ja, misschien moeten we toch nu niet als trekker, maar gewoon een beetje aanhaken bij deze citydeal. Want het klinkt wel heel erg interessant. Het lijkt me heel mooi. En misschien moeten we ook gewoon een keer in Zwolle komen kijken. Van harte welkom. Dankjewel. Kijk, hartstikke goed. Nou, gefeliciteerd. Mooie dankjewel, uitdaging, rijker dankjewel. En ambitie. Maar misschien ook nog wel een aanhaker of een meelifter. Ik denk zelfs wel ook voorbeeld en inspirator op die leeromgeving. Dus super, mooie deal. Dank jullie wel. Ja, Ed zien we nog een keer terug. Ja. Maar in Amsterdam zien we volgende week terug. Ga kijken, zou ik zeggen. En neem hem tot je, de stok. Wij gaan door naar het volgende thema. Het thema klimaatbestendige sociale woningbouw. We zijn heel erg begonnen vanuit het wateridee, de wateropgave, wateroverlast. Toen verschoven we naar wateronderlast, omdat we erachter kwamen. We hebben niet alleen een overschot, maar ook echt een tekort. En een heel goed voorbeeld daarbij is dat wij dan denken, oh, halfverharding, nou, we gaan grind neerleggen, want daar loopt het water lekker doorheen. Maar dan staan we er misschien niet bij stil dat iemand met een scootmobiel daar een stuk moeilijker overheen gaat dan over tegels. En dan moet je heel erg zoeken, wat is dan een goede middenweg? Dus hoe kan je zorgen dat die bestrating nog steeds toegankelijk is, maar dat je ook dat wateraspect doet. En dat was heel mooi om te merken aan de samenwerking dat de gemeente dusdanig graag ons wilde helpen, dat we gewoon allemaal gratis kennis kregen. En dat ging heel makkelijk doordat Roos gewoon één dag bij ons in de week aanwezig was. Welkom terug. We gaan met dit onderwerp online in gesprek met Bart Kesselaar en Rob Boogaerts. Ik start bij Bart. Bart Kerselaar is directeur strategie bij de Rotterdamse woningbouwcorporatie Havensteder. Welkom, Bart. Hoe ziet klimaatbestendige sociale woningbouw eruit? En misschien ook, hoe verhoudt dat dan zich tot andere opgaven die spelen? Hoe ziet sociaal klimaatbestendige woningbouw eruit? Nou, ik denk, als het goed is, niet veel anders dan andere woningbouw. Het is natuurlijk net als voor iedereen in Nederland een hele grote opgave. En dat geldt dan ook gewoon voor de woning die wij voor onze huurders, de sociale doelgroep, neerzetten. En even de tweede vraag, help me nog eventjes. Welke opgaven spelen er dan nog meer rond naast dat klimaatbestendig worden? Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke vraag is. Die ik ook daar zeker wil meegeven in het overdracht en stokje naar Rob. Corporaties staan natuurlijk voor enorme grote opgaves. Primair zijn ze natuurlijk opgericht om onze mensen die zelf niet in huisvesting kunnen voorzien, niet te huisvesten. Dus beschikbaarheid van voldoende woningen en betaalbaarheid van voldoende woningen. Dat zijn wel echt onze prioriteiten. Onlangs is daar ook een onderzoek uitgekomen. Opgave en middelen, naar aanleiding van de motie Ronnes, waarin laat zien dat de grote opgaves voor corporatiesector, dus niet alleen voldoende woningen en betaalbare woningen, maar ook meewerken aan de energietransitie, de verduurzaming, dat die allemaal nog op ons te wachten staan. En dat daar eigenlijk al te weinig middelen voor zijn. Dus dat is wel heel belangrijk in het traject rondom klimaatadaptatie, dat corporaties dat natuurlijk belangrijk vinden om daaraan te werken en een bijdrage aan te leveren, maar dat altijd in de context willen doen van de andere prioriteiten die ze hebben, dus betaalbaarheid en beschikbaarheid. Een flinke opgave. Jullie hebben rond klimaatadaptatie de samenwerking gevonden met de gemeente Rotterdam. Wat heb je daar dan mee bereikt op dit thema? Nou, echt heel veel. In het introductiefilmpje liet al even zien dat mijn collega Maria daar samen met een bijna voor ons gevoel een collega van de gemeente Rotterdam, Rosemarie, vertelde. We hebben heel veel kennis kunnen delen. We hebben die samenwerking daarmee goed kunnen optuigen. Dat heeft ons allerlei contacten opgeleverd. Niet alleen met de gemeente, maar ook met de waterschappen. En dat heeft ons ook inzicht gegeven in de uitdagingen waar die andere partijen voor staan. En als je dat met elkaar deelt, en dan zie je ook gewoon wel meer kansen. En in gebied is het toch een soort gebiedsontwikkeling vaak, klimaatadaptatie. En in gebiedsontwikkeling heb je een soort gevleugelde uitspraken. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.
En dat hebben wij hier wel geleerd. Mooi, mooi. Jullie klanten, de huurders, hoe staan die tegenover klimaatadaptatie? Nou, ik denk dat het voor de meeste toch een redelijke ver van hun bed show is als je het over klimaatadaptatie hebt. Maar last van wateroverlast of hittestress, nou kijk naar de afgelopen zomer. Ze hebben er allemaal mee te maken en hebben daar mee van doen. Ja, dus het komt gewoon ook heel dichtbij voor onze bewoners. Helder, maar vanuit een ander perspectief. Hartstikke goed. Je noemde net al Rob van de Groene Huisvesters. Jullie doen dat namelijk niet alleen, maar werken daarin ook samen. Rob Bogaerts is bestuursvoorzitter van de Groene Huisvesters. En dat is een samenwerking van onder andere woningbouwcorporaties, maar ook BZK en VNG, om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen. Rob, als ik naar jou toe mag. Klimaatbestendigheid is een grote opgave die de coöperatie, zoals Bart net ook zei, eigenlijk erbij krijgt. Het is niet de hoofdopdracht. Hoe krijg je dit onderwerp dan toch op de agenda van de sociale woningbouw? Nou ja, dat is inderdaad, dank u wel, een groot vraagstuk. Je ziet, als het over duurzaamheid gaat, naast de opgave die Bart net al aangaf, hebben we een mega opgave als het gaat om het energie-neutraal maken of het energiearm, laat ik het zo maar zeggen. We hebben een stevige opgave rondom circulair werken. Maar dan zie je al dat al beperkt is tot een redelijk kleine groep woningcorporatie daar intensief mee bezig is. Laat staan het onderwerp klimaatadaptatie of biodiversiteit, water en groen. Dat is allemaal wat niet alleen voor de huurder wat verder van hun bed, wat Bart zei, maar ook voor een heel aantal corporaties. Nou, wat wij proberen te doen met de Groene Huisvesters is dit soort thema's nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Maar we hebben laatst een enquête gehouden onder de woningcorporaties. En dan blijkt uit die enquête dat zo'n onderwerp als klimaatadaptatie nog heel ver weggezakt is. Hebben jullie dan, om het dat verder te brengen, hulp nodig van anderen? Ministerie of andere partijen? Of zit het daar niet in? Ja, natuurlijk. Per definitie zou het moeten gaan over... In het verleden ging de aandacht vanuit de Rijksoverheid vooral uit naar het energielabelen van de woningen. Ja. Die aandacht mag echt wel scherp neergezet worden rondom klimaatadaptatie. Ik denk kunnen we vanuit de Groene Huisvesters kunnen wij iets betekenen. We kunnen daarbij helpen. We kunnen goede voorbeelden laten zien, hè, zoals die bij Havensteder. Maar daar is meer hulp bij nodig, inderdaad. Ja, helder. Ik wil nog even terug naar Bart, als dat kan. Het klimaat... Het probleem lijkt nog niet heel breed op de radar te staan in de corporatiewereld en misschien wel overschaduwd door andere vraagstukken. Welke stapjes zie je nou voor je om dit thema ook verder te brengen, nu de City Deal stopt? En staat het wel voldoende op de radar? Overzien we het probleem genoeg? Ik denk dat het wat je net zegt, dat het echt beter op de radar kan. Als ik even naar Havensteden zelf kijk. Zijn wij er vooral mee bezig in de praktijk, meestal rond onze binnenterreinen. En daar zien we die wateroverlastproblematiek. Daar kunnen we ook samen met de gemeente en bewoners wat doen. Zo zijn wij er zelf mee bezig. We zijn zelf ook op dit moment bezig met een programma klimaatadaptief te ontwikkelen. Waar wij nadenken over de ontwikkeling van onze fysieke vastgoedportefeuille. En hoe we al dat onderwerpen als wateroverlast, fundering, hittestress, noem het maar op, gewoon goed in een programma kunnen krijgen. En we doen mee aan een landelijk onderzoek volgend jaar over hittestress. En het helpt denk ik om het gewoon steeds bij je partners in het veld gewoon te bespreken en dat gesprek steeds ook op te zoeken. Of het nou de gemeente is, de waterschappen of onze collega-corporaties. En zeker niet vergeten de bewoners, want dat zijn natuurlijk degenen die het ook gaan merken. En er last van hebben. En juist op die kant, die participatie en die bewonerskant, is denk ik heel veel winst te boeken. Door goed te samenwerken met al die andere partijen. Want onze huurders zijn de bewoners van de gemeente en de klanten van het waterschap. Ja. Dus daar zit heel veel gezamenlijkheid en heel veel kans, zeg maar, om aan te werken. Super, dankjewel. Ik ga naar Rob terug. Als het goed is, heb jij een stokje ontvangen. Wat je wil aannemen, kun je die eens laten zien? Want daar zijn we wel heel benieuwd naar natuurlijk. Ja, ik dacht dat het een hele technische opgave ging worden, hoe ik dat in mijn handen ga krijgen. Maar het is, kijk, hier is hij. Ja, met een strikje erom zelfs. Wat gaaf. Ja, dat zat erom. Hij zat er. Ja, je mag hem nu uitpakken. Nee. En hij is gegrapeerd. We zijn heel benieuwd. Tof dat jij met deze uitdaging verder gaat. Maar met welke ambitie doe je dat? En zijn er misschien anderen nodig? Ik vroeg daar net ook al naar om je daarmee te helpen.
Nou, de ambitie die ik er persoonlijk mee heb, is juist klimaatadaptatie hoog op de agenda te zetten. Veel hoger eigenlijk dan het nu is, ook omdat er een zwaar isolatieprogramma is. En dat kunnen we allemaal goed voor elkaar hebben in die woning, maar op het moment dat die klimaatadaptatie niet goed geregeld is, dan zijn we eigenlijk water naar de zee aan het brengen. Dus met die urgentie zal ik het stokje van Bart overnemen om dat bij de Groene Huisvesting stevig op de agenda te zetten. Gebeurt gelukkig al, en wie we daarbij nodig hebben. Ja, dat zijn een heel aantal instanties die veel meer verstand hebben van dit onderwerp dan die woningcorporaties. Dus daar, die moeten we echt gaan opzoeken. En dat zijn volgens mij de partijen die Bart net ook al noemde, zoals de waterschappen, maar ook de overheid, de provincie, gaan zo maar door. Heel goed. En waarschijnlijk een aantal mensen die ook al in dat netwerk nu zitten. Want we hebben net van Bart Stoffels geleerd dat die eigenlijk dan ook het thema niet meer loslaten. Dus daar kun je misschien een appel op doen. Dank jullie wel. Succes mag ik nog wat meegeven, Maarten? Ja, uiteraard. Ja. Nee, want ik ben heel blij dat we Rob het stokje overneemt. En ik dacht, ja, het is toch wel belangrijk om ook aan te geven wat wij hem dan daarin mee willen geven. En wij hebben echt wel heel veel baat gehad bij die samenwerking met die partijen. Dus ik zou daar echt wel een pleidooi voor willen houden. Hou dat vast, maar volgens mij sprak je dat net al goed uit. Het element van die kosten die net even voorbij kwam, hè, en de andere opgaven die de corporaties ook hebben. Ja. Het is niet om daar het over te zeuren, maar ik zou het heel erg goed op de agenda houden om ook de verwachtingen goed te kunnen managen bij partijen. Ja. En dat daar geen verkeerde verwachting moet zijn. En mijn laatste pleidooi zou zijn, laat vooral ook stap maken dat we nu vooral ook naar de bewoners gaan. En er is heel veel kennis over technische maatregelen en dergelijke, maar juist die kant van die bewoners erbij betrekken gaat heel erg helpen. En die bewoners hebben vaak een hele goede bijdrage. Want om even terug te komen op de eerste sprekers, het NK Tegelwippen is door Rotterdam gewonnen. Oh, wat? Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dat hebben we natuurlijk alleen maar kunnen winnen door de inzet van al die bewoners. Dus ja. Dat onderstreept nog maar een keer hoe belangrijk die zijn bij de klimaatadaptatie. Hartstikke goed. Veel succes. Hulden, dank je wel. Dank je wel, Havensteden, ook voor het gave voorbeeld en de Groene Huisvesters succes. Wij gaan door naar het volgende thema, namelijk wat Bart net ook al aanstipt, die financiële kant. Welke rol heeft de financiële sector in klimaatbestendigheid? Wij maken kosten, want daar gaat het om bij klimaatadaptatie, maken wij inzichtelijk door een kostenbatenanalyse uit te voeren. Dat klinkt vrij standaard, maar wat wij daarbij doen is dat wij ook de kosten van klimaatadaptatie veel breder in beeld brengen. En dan zie je in die batenkant, die toch vaak onderschat wordt, dat het heel veel oplevert voor gezondheid. Het levert heel veel op voor biodiversiteit, het levert veel op voor luchtkwaliteit. En natuurlijk ook veel aan vastgoedwaarde en grondwaarde. Daar zitten ook partijen bij die daar belang bij hebben. En dat kan de gemeentelijke overheid zijn, maar dat kan ook, kunnen ook partijen in de gezondheidssector zijn of in het verzekeringswezen. Inmiddels sta ik aan tafel met Caroline Gerels, directeur grootstedelijke klanten Europa bij Arcadis. Welkom. En Jacqueline Duiker, senior manager bij de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Online neemt Arie Korenneef, directeur van de ASN Bank en bestuurder bij VBDO, deel aan het gesprek. Welkom. Caroline, ik ga bij jou beginnen, want jij bent actief geweest in dat Citydeal-netwerk. De financiële wereld is eigenlijk een onbekende wereld voor de klimaatwereld. Terwijl het lijkt dat zo belangrijk is dat het vastgoed wat ontwikkeld wordt, direct ook duurzaam en klimaatbestendig wordt. Als we dan denken dat het belangrijk is, dan weten we eigenlijk niet waar we moeten beginnen. Hoe kan dat nou? Waar zit dat in? Ja, hier is inderdaad een wereld te winnen. En wat natuurlijk zo is dat je altijd eerst in technische zin kijkt of je dingen kunt oplossen. En ik denk dat we daar de afgelopen 4 jaar enorme slag in geslagen hebben. Wat kan wel, wat kan niet, wat moet eerst, wat moet daarna. Maar uiteindelijk moet je toch ook de maatschappelijke kosten inprijzen, als het ware. Het kost gewoon geld om niet klimaatbestendig bezig te zijn. Is het niet op korte termijn, dan is het wel op langere termijn. Zoals we nu gewend raken, bijvoorbeeld in het noorden van het land, maar ook in San Francisco, en in Tokio aardbevingsbestendig te bouwen, moet je eigenlijk ook klimaatbestendig bouwen. En je moet zorgen dat er een prijsprikkel is om het goede te doen. Op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. En dat inprijzen, daar zouden we de volgende 4 jaar wel eens mee aan de slag kunnen. Ja, want waar staan we nu? Wat is er, dat inprijzen is een belangrijke, maar is er nog een ander resultaat denkbaar of opgeleverd vanuit de Citydeal? Of is het die zoektocht geweest? Wat er in geweest? De Citydeal gebeurd is, jullie zagen net Erik Schellekens en Jacqueline, jij had het er ook al over, is het monetariseren van bepaalde maatschappelijke effecten. Hè? Dus wat kost het ons nou eigenlijk op de langere termijn?
Dat moet je allemaal in indices en in bepaalde getallen moet je dat meetbaar en vergelijkbaar maken en moet je goed gedrag stimuleren. En je moet dat ook op Europees niveau doen, want anders krijg je niet een level playing field. Maar waar we nu gewend raken aan dingen als bijvoorbeeld een CO2-heffing, we zijn er nog niet helemaal aan gewend, maar gaat wel komen. En waar we dat ook afspreken met onze partners op Europees niveau, moet je denk ik ook hier de stap maken naar dit soort maatregelen. Ja. Want de prijs prikkelt, dat weten we zeker. De prijs prikkelt. Jacqueline, van de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Elke euro is voor jullie klimaatbestendig geïnvesteerd. Dus dat zou toch normaal moeten zijn? Of is klimaatbestendigheid niet de primaire driver voor beleggers? Het zou heel mooi zijn als het normaal is, maar zover is het niet. Dat klopt. Voor beleggers. Wij inderdaad, veel van onze leden zijn inderdaad beleggers. Die van oudsher proberen die risicorendementafwegingen te maken. Vanuit onze vereniging proberen we daar ook duurzaamheid in mee te nemen. Dus uiteindelijk moet een belegging ook duurzaam zijn, dus een maatschappelijke waarde hebben. En nou ja, klimaatverandering, klimaatbestendigheid valt daar ook onder. En, maar hoe je dat dan exact moet meenemen, dat is best wel lastig. Om dat goed te doen. En een van de dingen die Carolien zegt, het goed monetariseren, is daar inderdaad cruciaal bij. Want dan kun je het eigenlijk meenemen in de rest van de rekensom. Je neemt het dan mee in de rest van de rekensom. En ik moet wel zeggen, veel financiële instellingen, grote beleggers, zijn zich wel degelijk bewust van het feit natuurlijk dat er zoiets is als klimaatverandering. En dat je bijvoorbeeld met CO2, verminderen van CO2-uitstoot, ervoor moet zorgen dat de opwarming minder snel gaat. En nu ook, omdat de opwarming al vrij hoog is, dat er toch adaptatie moet gaan plaatsvinden. En beleggers die reageren daar dus ook op door te kijken van oké, waar zitten dan mijn risico's? Bijvoorbeeld in mijn beleggingsportfolio. En hoe moet ik daar dan mee omgaan? Dus vanuit de risicokant wordt daar ook al best wel scherp naar gekeken. Wat mooi zou zijn, is als er ook vanuit de oplossingenkant meer door de financiële sector naar wordt gekeken. Ja. We gaan eens kijken naar Arie Korenneef, medebestuurder, maar vooral ook directeur bij de ASN-bank. Zo'n bank die duurzaam is, weet natuurlijk wel hoe je geld in het Nederlandse vastgoed klimaatadaptief kan inzetten. Of niet? Ja, nee. Er zijn denk ik twee manieren om er naar te kijken. Als ASN-bank kijken wij altijd wat de impact is, positief en negatief, van onze beleggingen en investeringen. Als ik kijk naar onze bankaire activiteiten, dan hebben we inderdaad te maken met een tak projectfinancieringen, waar we bijvoorbeeld nu heel sterk kijken naar natuur-inclusief bouwen of biobased bouwen. Dus dat is de ene kant van onze balans. Maar de andere kant, die is veel belangrijker denk ik, zijn vooral ook de klanten. Als we het hebben over vastgoed, dan kun je natuurlijk ook wat kleiner gaan denken en nadenken over woonwijken en wat we daar kunnen doen. En we hebben ons de laatste jaren wel hard gemaakt, ook samen met andere partijen, om te kijken of klimaatadaptatie ook meegenomen kan worden in de regeling hypothecair krediet. En dan kun je ook aan kleine dingen denken, hè, zoals bijvoorbeeld groene daken, of wat straks ook als je kijkt naar meer wateroverlast, bijvoorbeeld wateropslag onder de oprit en andere zaken. Daar zijn we ook over in gesprek met toezichthouders. En dat is op dit moment best wel lastig. Dus dat is ook een andere vorm om te kijken naar hoe je met klimaatadaptatie kunt omgaan. En wat Jacqueline ook al zei, we hebben duurzame beleggingsfondsen. En uiteraard kunnen we daar ook kijken hoe we bijvoorbeeld met een wijkgerichte aanpak, waar we dan als financiële instelling een goede rol in kunnen vervullen, denk ik, samen met al andere stakeholders, kunnen we ook kijken of daar type projecten in te vinden zijn, die we bijvoorbeeld nu ook al financieren onder de groenregeling, onder de groenverklaring. Ja. We hebben een groenprojectenfonds waar dat soort nieuwe innovatieve projecten hun weg kunnen vinden. Dus dat is een derde manier waarop we daar als ASN-bank in zouden kunnen participeren. Je noemt een paar mooie voorbeelden van verbindingen die je eigenlijk legt tussen de financiële sector en ook klimaatactie. Spelen taal of barrières in werkwijze daar nog een belangrijke rol in? Of weet je die inmiddels wel goed te overbruggen? Ja, ik heb het idee dat we die steeds beter weten te overbruggen. Hè. In 2015 waren wij wel een van de eerste financiële instellingen die zei van nou, we willen weten wat onze impact is op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en op het gebied van biodiversiteit, natuur. Maar ik heb wel gezien dat in de afgelopen jaren we daar heel veel medestanders in hebben gevonden, ook in de financiële wereld.
Maar ik denk wel dat we op het gebied van klimaatadaptatie, en dat is wat anders dan het beperken van je CO2-uitstoot, hè, en daarmee wel de gevolgen daarvan, maar klimaatadaptatie nu, dat dat echt nog wel iets is waar we met elkaar stappen te zetten hebben. Mooi. En daar noemde ik net een aantal kleine voorbeelden van, maar die zijn voor de consumenten en voor de woningvoorraad in Nederland wel ontzettend belangrijk. Super. Dankjewel. Carolien, lijkt me een mooi moment van overdracht. Wat draag je eigenlijk over? Nou, ik draag een prachtig estafettestokje over. Kijk, Arie, dat lukt makkelijk op 1,5 meter. Maar ik neem aan dat jij het goed vindt dat ik hem aan Jacqueline geef. Ja. Want Jacqueline, ik vind het geweldig dat jij dit gaat doen. Samen met Arie zijn we al de leden van jouw vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling. Ik denk dat het een enorme stap is dat jij nu met al je deskundigheid in deze wereld komt. En dat je elkaar niet de hand reikt, want dat mag niet, maar wel het estafettestokje. Ik denk dat jullie kennis en kunde enorm waardevol kan zijn, ook bijvoorbeeld bij pilots. We hadden het net over Amsterdam. Ik kom hier vandaan op het marineterrein. Is een geweldig terrein wat eigenlijk een voorbeeld wil zijn voor klimaatadaptatie. Daar zijn we ook kunnen kijken. Hoe ga je nou die financiële prikkels inbouwen? Hoe ga je monetariseren? Hoe ga je inprijzen? En laten we dan proberen om met elkaar een voorloper te zijn in de wereld. Want we hebben een geweldige watersector, maar we hebben ook een geweldige financiële sector. Jacqueline, ja. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Alsjeblieft. Dank je wel, Marlien. Ja, dank je. Heel goed. Misschien de goede kant inderdaad vasthouden, dan gaat het ook virus-wise helemaal goed. Dank. Arie ook, mede aannemer. Geld speelt inmiddels dan geen rol meer, hè, in die ambitie. Maar misschien nog wel andere partijen. Welke moeten nou nog meer aansluiten om hier stappen in te gaan zetten wat jou betreft? Ik denk ook wel andere financiële partijen. Hè, dus banken, verzekeraars, pensioenbedrijven wellicht als het gaat om het hebben van dit soort type projecten op de balans. Hè. We hebben daar ook met elkaar stappen in te zetten. Maar ik merk bij de overheden al toenadering. Ook de toezichthouder maakt zich ook wel druk vanuit het risicoperspectief. Transitierisico's, fysieke risico's die we lopen. Dus eerlijk gezegd is het denk ik meer het zoeken naar concrete projecten waarin we de daad bij het woord kunnen voegen. Dat een belangrijke vervolgstap is. Dankjewel. Maar dat we elkaar weten te vinden, dat is, vind ik wel zichtbaar. Helder, ja, duidelijk. Jacqueline, je hebt hem in ontvangst genomen. Wat is jouw eerste stap? Wat ga je nou doen? Nou ja, probeer het eigenlijk concreet te maken. Ja. Dat is denk ik het eerste. En dat zal toch zijn gaan kijken van wat is er haalbaar aan mogelijke projecten. Het is nog heel breed en ik ga het proberen concreet te maken op Super. Iets specifieks. Dank jullie wel. Wij gaan door naar het thema vitaal en kwetsbare functies en netwerken. Een introductie in beeld. Nou, rioolwaterzuivering is voor het verzorgingsgebied van vitaal belang. Zeker als je hebt bijvoorbeeld bij een overstroming. Dan kunnen mensen pas weer terug naar hun woningen als gewoon de volksgezondheid is gewaarborgd en dus een rioolwaterzuivering weer functioneert. Oorzaken waardoor het hier kan overstromen. Dus daar zul je eerst naar moeten kijken. Wat is de kans dat het gebeurt en op welke manieren kan het gebeuren? Valt het dan uit of valt het niet uit en wat valt dan uit? En is het dan waard om dat anders te gaan ontwerpen, zodat het bij die situaties niet uitvalt? En dat is eigenlijk ook wat hier is gedaan. En zodoende is men gaan denken van, goh, wat is hier nou het overstromingsrisico in een mensenleven, 60 jaar? En dan is het nou 1 meter hoogte, komt eens in een mensenleven 60 jaar voor. En ja, de uitvoerder dacht van, sommige installaties zet ik dan gewoon op de eerste verdieping. En sommige dingen zijn gewoon een metertje hoger neergezet. Aan tafel staan inmiddels Peter Smit, dagelijks bestuurder bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht, en Bas Kolen, directeur onderzoek en ontwikkeling bij HKV Lijn in Water. Als het goed is hebben we online Stefan Kux. Hij is de voorzitter van de stuurgroep van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. Hij neemt online deel. Welkom. Peter, ik ga bij jou beginnen. Gratis klimaatbestendig, we zagen het in dit filmpje. Gewoon slim nadenken, klinkt geweldig. Een slimme zet bij de vervanging van de rioolwaterzuivering in Weesp. Lukt het vaker om oog te hebben voor vitale functies en kwetsbare functies bij dit soort projecten? Nou ja, wij zijn daar in zijn totaliteit gewoon op gericht. En ik moet zeggen, de RWZI Weesp was eigenlijk bij toeval. Ik heb de stukken er nog eens op nagelezen. Het woord klimaatadaptatie staat er nog niet in.
En het ging over het overstromingsrisico. Maar het werd gewoon uitgevraagd in de markt. Verzonnen natuurlijk door bestuurders, maar met name natuurlijk de ambtenaren die daar druk mee bezig zijn. En dat is natuurlijk ook het mooie van 4 jaar waar we nu mee bezig zijn. Dat je dat gaat uitvragen in de markt. En voor ons is het gewoon vanzelfsprekendheid nu. We gaan dat gewoon doen. En het is dus ook gewoon, en dat hebben we hier bewezen, binnen de kosten te doen. Ja, het is zo mooi om te zien. Ja. Je kan het niet alleen. Het is het klimaatbestendig maken van je eigen assets. Maar dan heb je dus ook te maken met een Liander. Die zetten gewoon zo'n ding op een terp. Ja. En ik neem aan dat Liander dat nu overal in het land doet. Dus fantastisch. En gewoon goedkoper. Super. Direct ook doorgewerkt in de bedrijfsvoering bij Liander. Top. Bas, waar hebben we het nou over? Want het klinkt wel een beetje abstract. Vitale en kwetsbare functies. Welke schaal is dat? Waar hebben we het dan over? Wat maakt het ook een ingewikkeld thema? Nou, ik denk wat het al ingewikkeld maakt, is dat het natuurlijk een heel persoonlijk verhaal is over wat je vitaal vindt. Als ik dat aan mijn kinderen vraag, is het wifi. Als ik dat aan de nationale overheid vraag, dan is het de kerncentrale bij Borselen. Of een ziekenhuis. En in de gemeente is het weer iets anders. He, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we definiëren wie wat vitaal vindt en waarom. En voor mij zijn de vitale en kwetsbare objecten zijn natuurlijk de objecten die er bovenuit stijgen. Hè. Dat wil je dat iets langer doorwerkt als de rest instort, omdat je sneller kan herstellen en schade kan voorkomen. Hè, dat is denk ik vitaal. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar heel concreet in te worden wat het is. En vervolgens te gaan bepalen wat daar lokaal kan gebeuren. Ja. En dan te kijken hoe vaak komt het voor. Is het dan waard om daarin te investeren of niet? Of, ja, mooi. Als het gratis is het mooi. Mooi. Voor al die thema's die we hier langs krijgen, zijn vooraf themasessies geweest. En ter voorbereiding op dit evenement is gesproken over de noodzaak van een soort proceseigenaar. Stefan Kux, welkom online. Kan het Delta-programma ruimtelijke adaptatie een rol spelen in het verder brengen van de ambities en de inzichten die hier binnen dit thema zijn opgedaan? Ja, het Delta-programma ruimtelijke adaptatie, dat in 2017 van start is gegaan, zo ook om de gevolgen van overstromingen goed in beeld te krijgen en daar een aanpak voor te ontwikkelen. Ik moet zeggen dat we onder indruk zijn van hoe de Citydeal Klimaatadaptatie, met name de werkgroep die zich over dit thema heeft gebogen, hoe die zich daarin hebben vastgebeten. Ik wil dan ook de werkgroepleden heel erg bedanken voor het werk dat ze hiervoor hebben verzet. En ik zie ook een verantwoordelijkheid in deze stuurgroep, maar ook op rijksniveau, om vitaal en kwetsbaar goed aan te pakken de komende jaren. Het Rijk heeft een rijksaanpak ontwikkeld, daarbij 13 vitaal en kwetsbare functies geselecteerd, waar we echt mee aan de slag moeten. Maar daarbij hebben we inzichten nodig uit de stresstesten die in 2019 en 2020 door het hele land zijn gedaan. Ja. En die informatie komt nu naar boven en stelt ons in staat om ook op landelijk niveau met een coördinerende aanpak aan de slag te gaan. Het voorbeeld dat we hebben gezien in het filmpje van Weesp is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Ja. Dan zie je dat bij een renovatie van de zuivering, en er worden belangrijke investeringen gedaan, dat dan ook direct de keuze wordt gemaakt om klimaatadaptief zo'n zuivering in te richten en door de hele elektriciteitsvoorziening daar een hoger niveau te brengen. Ik heb in mijn eigen gebied, de stad Enschede, 160.000 inwoners, een aantal jaar terug meegemaakt dat ook de zuivering uitviel door de extreme regenval, waardoor eigenlijk het afvalwater van zo'n hele stad ongezuiverd het natuurlijke watersysteem ingaat. En dat is natuurlijk vreselijk ongewenst. Super, nou, en hier is dus een mooi laagdrempelig, eigenlijk laaghangend fruit om zo te gebruiken. Het is de puzzel die Bas eigenlijk vertelt, ook vitale functies zijn voor iedereen verschillend. Maar daar ligt dus eigenlijk ook een rol naast een Delta-programma ruimtelijke adaptatie voor het Rijk en voor eigenlijk alle betrokkenen in de risicodialoog, zeg jij. Als het goed is, heb jij een stokje ontvangen, of niet? Het is een Delta-programma waarin alle 4 bestuurslagen samenwerken. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Helder. En dit staat bij ons al wel goed op de agenda, maar ik moet ook zeggen, we moeten natuurlijk nog veel meer aan gaan doen. En daarvoor hebben we die inzichten nodig. Dat klinkt als een stokje. Heb je die ontvangen? Ja, die heb ik. Kijk, ik ga even terug naar Peter Smit, want wat zou je nog, voordat hij dat dan officieel eigenaar van dat stokje mag noemen, Stefan, wat zou je nog willen meegeven in het doorgeven van dat stokje? 1, het kan wel. Het is de oogst van heel veel samen leren en van 4 jaar. Het is een oogst en daarmee is het energie en voeding
voor wat we met z'n allen moeten doen. Niet alleen 4 overheidslagen, maar ook ontwerpers, de markt, de financiële sector. En het kan dus wel. Heel veel succes daarmee. En ik denk dat heel veel van de mensen die achter Ed schuil gaan en achter Bart schuil gaan, graag nog willen meedoen in het vervolg. Ja, en als ik Stefan goed beluister, ben je er zelf ook nog niet klaar mee. Want je houdt daar een rol in. Hè? Heel graag. Ja, heel goed. Een complex speelveld, Stefan, met veel actoren. Ik noemde net al die voorsessies die zijn geweest. Daar kwam ook die kopgroep, proceseigenaarschap en misschien wel een kopgroep van meerdere partijen die versnelling kunnen aandragen, die dit thema kunnen verder brengen, want er is nog zoveel te doen. Zie jij daar wat in en wat kan jij daarin doen om daarmee te helpen? Ja, het is duidelijk dat er een aantal koploperinitiatieven zijn in Nederland. Ik noem maar even de provincie Zuid-Holland, die een convenant klimaatadaptief bouwen heeft opgesteld en afgesloten met de hele gebouwde omgeving. En dat is een voorbeeld van dat je meer gaat richten op een goede locatiekeuze voor vitale en kwetsbare functies. Ook het ministerie van BZK, dat ook in onze stuurgroep vertegenwoordigd is, is bezig met een actieprogramma, gebouwde omgeving. En daar moet dit onderwerp ook een goede plek krijgen. En ja, het idee van die koplopergroep is denk ik een heel goed idee, want ik denk dat we iedereen nodig hebben die in de voorhoede goede ervaringen heeft. En ik ga dit stokje meenemen naar de stuurgroep ruimtelijke adaptatie. En daar ga ik dit idee inbrengen en eigenlijk ook maar direct het voorstel doen om zo'n koplopergroep ook in de voorhoede aan het werk te laten gaan. Super. Want we moeten echt kennis en ervaringen goed gaan uitwisselen. Zorgen dat we ook een landsbrede aanpak krijgen. Ook in de gebieden waar het minder goed loopt. Hartstikke goed. Dus ik ga ermee aan de slag. Dank jullie wel. Dank voor dit thema en de overdracht. Veel succes daarmee. Wij gaan even naar een heel ander thema. Want mijn 2 sidekicks, die hebben jullie misschien nog even niet gehoord. Maar die hebben keihard zitten luisteren. Suzanne, wat heb je tot nu toe gehoord of gezien? Of wat valt je op? Nou, het eerste wat me opvalt is dat ik ontzettend veel heb gehoord. Mensen hebben niet stilgezeten in de City Deal, is mijn beeld. Maar wat me ook wel opvalt, en misschien hebben dan de mensen die dan thuis dit kijken, hebben ook wel het gevoel van, als je het zo ziet, dan lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend. Dat al deze partijen met elkaar samenwerken en dat ze om talloze thema's bezig zijn en dat er een kopgroep is, een stuurgroep, dat er echt van alles en nog wat gebeurt. En de vraag waar ik mee dan in mijn hoofd zit is, ja, hoe kan dat eigenlijk? Wat is eigenlijk nou hetgene wat is gebeurd in deze City Deal, dat die samenwerking op deze manier tot stand is gekomen? Ik hoor al een aantal elementen, het element van tijd, het element van samen leren. Maar ik ben heel erg benieuwd, ook misschien een van de toekomstige sprekers, te horen van, misschien in een soort van sleutelwoorden, wat is nou echt belangrijk voor samenwerking? We gaan het zo vragen aan onze nieuwe gasten, dankjewel. Hoe gaat hij op de chat, Berry? Hij gaat goed op de chat. Gaat hij lekker? De mensen antwoorden op elkaars vragen. En dat gaat hartstikke goed. Ja. Er is animo voor de netwerkcafés. Goed zo. Er is nog geen bingo gevallen. Oké. Okay. Maar ik denk dat dat komt omdat de beleidsmix ook na de pauze. Wat heb je gezegd? Je hebt een woord gezegd. Voor de spelletjesliefhebbers. Bij mij aan tafel, dank jullie wel. Hè. Een break in. En jullie, de vraag van Suzanne komt dadelijk naar jullie toe. Aan tafel staan bij mij staan nu 2 helden, zou je kunnen zeggen. 2 helden van de City Deal. Voorbeelden uit een mooi en divers netwerk. 4 jaar geleden zijn ze ingestapt. Bart die schetste ze al een beetje aan het begin. Wat hebben ze beleefd? Ik ga van start. Hij is een dealmaker puur sang, die zich 24 uur per dag inzet voor City Deals, woondeals en regiodeals. Een rijksambtenaar die soepel en doelmatig beweegt door de hiërarchie en technocratie. Als een ware ambassadeur voor de Nederlandse steden bij het Rijk. Een man die zijn woord houdt, dingen gedaan krijgt in een mix van charme, no nonsense en sterke argumentatie. Als je in een verslag leest, Koen gaat dit doen, dan weet je dat dit goed komt. Koen Haar, dealmaker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Klopt, wat een introductie. Ja, herken je er iets uit? Als ik vragen krijg van mensen, werk ik daar heel graag hard voor. Dus dat herken ik wel, zeker. Ja. Die verbinding op zoek. En welke kwaliteit was daar nou bijzonder productief? Welke heb je nou bewust kunnen inzetten in dit CityDeal-netwerk? Nou, ik denk dat als je niet precies weet waar het over gaat, hè, klimaatadaptatie was van tevoren niet helemaal mijn thema, maar dat je daar met een heel open vizier ingaat en dan ook zonder gêne mensen durft te benaderen en vooral juist probeert te achterhalen, wat zijn de belangen van hun organisatie en hoe kan ik die verder brengen? Ja,
Mooi. Suzanne stelde eigenlijk de vraag van, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat dit hele samenspel en die samenwerking er zo is. Wat is de sleutel geweest? Veel tijd voor vrijmaken. Samenwerking gaat echt niet vanzelf. En als je heel druk in je eigen organisatie met je eigen opgave bezig bent, dan is het soms moeilijk om over de schutting te kijken. En om andere steden of andere partners waar je niet meteen aan denkt op te gaan zoeken. En ja, vanuit Agenda Stad proberen wij juist heel veel tijd vrij te maken voor het creëren van die samenwerking. Ik denk dat dat zeker een ingrediënt is. Misschien komen er nog meer. Ja, ik denk, heel goed. Dankjewel, Koen. Je ziet hem al aankomen, of niet? Nieuwsgierigheid is zijn kracht. Met een jonge hondenmentaliteit die hij ook tot ver na zijn pensioenleeftijd nog zal uitstralen, toont hij interesse in complexe vraagstukken. Hij komt nooit direct met een advies op de proppen, maar stelt je altijd eerst 10 vragen om erachter te komen hoe de vork in de steel zit. Die interesse werkt aanstekelijk en zet de ander aan tot nadenken. Op deze wijze verbindt hij al 4 jaar lang kennis, organisaties en ideeën aan deze City Deal op persoonlijke en authentieke wijze. Edwin van der Straten, manager klimaatadaptatie bij Touw. Dankjewel, dankjewel. Welkom. Ook. Mooi gesproken. Herken je het? Ja, ja, zeker. Toen ik 4 jaar geleden samen met Bart eigenlijk het kwartier maken voor deze City Deal klimaatadaptatie deed, was eigenlijk, ik durf het bijna niet te zeggen, maar klimaatadaptatie voor mij ook een nieuw onderwerp. Dus de openheid en met het open vizier, wat Koen ook al zei, erin gaan. En dat die jonge hondenmentaliteit, mensen schatten mij ook altijd een stuk jonger in dan ik in werkelijkheid ben. Ja, ik denk dat ik dat ook niet kwijtraak. Ik vind het erg leuk om echt, ik heb altijd heel veel open interesse in vragen stellen. Waarom gaan de dingen nu zoals ze gaan? Hoe zouden ze anders kunnen? Misschien ben ik ook niet helemaal een traditionele adviseur in die zin dat ik direct vind dat ik het oplossing moet hebben. Ik vind in die zin bied je ook wel hoop voor nieuwe instappers. Hè? Ja, als je 4 jaar geleden zeker met Blanco instapt en je durft je nu manager klimaatadaptatie te noemen. Dat is een grote stap. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, misschien mate. Voor mij geldt in elk geval dat als onderwerpen nog nieuw zijn en er nog gepioneerd mag worden, dan ben ik op mijn sterkst, zeg maar. Dus dat is ook een talent wat jij hebt ingebracht. Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja. Ja. En hoe kijk jij naar die vraag die Suzanne stelt? Ja, nog 1 keer weer Suzanne je vraag. Ja, dus we hebben net op het, de vraag was samenwerken. Hoe krijg je dat eigenlijk voor elkaar? Want zo vanzelfsprekend is het niet. Koen gaf een deel van het antwoord. Het kost tijd. En dat is natuurlijk in de City Deal ook, die tijd is er geweest. Heb jij een ander ingrediënt wat volgens jou heel belangrijk is? Nou, wat ik zelf merk is dat wat voor mij telkens werkt is het netwerk, je eigen netwerk vergroten en open met mensen in gesprek gaan over waar ze mee bezig zijn en wat ze bezighoudt, zeg maar. En waar mijn kracht denk ik zit, is dan die mensen met elkaar verbinden. En daar niet direct zelf zelf dan de efforts van willen hebben, maar juist met elkaar daar samen aan te bouwen. Dat vind ik ook dat we in de City Deal heel mooi gedaan hebben. Ik vind een van de belangrijke dingen die ik uit deze City Deal heb meegekregen, is dat het hoe gaaf het is om als private partijen, ook samen met publieke partijen, Ed zei het aan het begin al, ook samen na te denken over welke oplossingen je kunt bedenken. En ook in een soort van veilige omgeving met elkaar daarover te kunnen brainstormen. Dat is denk ik ook wel een heel belangrijke voorwaarde om zo'n netwerk succesvol te maken. Leuk. We hebben misschien nog wel een cliffhanger, want misschien zijn er vanuit jouw kennis of wetenschap missen we nog wel een sleutel, maar die bewaren we dan even voor het eind. Misschien voor jullie, welk moment springt eruit? Wat heb je meegemaakt in die 4 jaar waarvan je, dat wil ik hier nog wel even delen. Nou, ik weet nog heel goed dat we bij de gemeente Groningen op werkbezoek waren en dat we met allemaal heel intrinsiek gemotiveerde beleidsmedewerkers meteen allerlei platte gronden en kaarten aan het inkleuren waren van hoe we daar nog klimaatadaptiever mee bezig konden gaan. En dat toen eigenlijk zag hoeveel energie er wel niet op dit thema zit. Tof. Dus direct aan de slag. Edwin, heb je ook zo'n moment waarvan je denkt, dat... Nou ja, ik zou bijna zeggen het begin toen we aan het kwartier maken waren. Maar dat was wel heel erg trekken en duwen. Maar ik zou bijna zeggen nu het eind. Zeg maar net voor de zomervakantie begonnen met die eindsprint en over deze thema's nadenken. Ik vind het echt super gaaf dat er zoveel energie is, dat we hier met z'n allen zijn. Maar dat er ook zoveel partijen zijn die samen willen meedenken. En eigenlijk ook gewoon, we hebben echt niet heel erg hoeveel leuren hoor, om die stokjes over te dragen aan anderen. En het gebeurt gewoon. Hoe gaaf is dat? Dat vind ik echt... Ja, daar krijg ik nu nog weer kippenvel van, zeg maar, dat zo goed mooi werkt. Om te horen. Ja. Jullie krijgen van onze chathost, Barry, pak hem bij het handvat. Helemaal proof, een attentie uit dit mooie City Deal netwerk. De City Deal paraplu. Dus geniet ervan, dank voor jullie inzet al die jaren. Wij gaan door over het gesprek
met het thema klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen. Dat voeren we dadelijk online, maar eerst een introductie. Een klimaatadaptieve wijk begint eigenlijk met een extreem goede onderlegger. En als je dan met de opstal bezig gaat, de woningen die erop komen, die moeten eigenlijk een reflectie geven over hoe de onderlegger gemaakt is. En die onderlegger moet klimaatadaptief zijn, omdat daar groen, hemelwater, waterberging goed geregeld moet zijn. Dat moet gewoon intrinsiek in het ontwerp zitten. En dat doorzetten naar de woningen. En dat kan betekenen dat je groene daken krijgt op de woningen. Dat je vergroening krijgt van de gebouwen. Dat begint bijvoorbeeld bij de vergroening van de balkons. Enzovoort, enzovoort. Als je dat allemaal bij elkaar weet te brengen, dan heb je een klimaatadaptieve wijk en heb je klimaatadaptieve woningen. Welkom weer terug. Aanwezig zijn online Piet Sleking, wethouder van Dordrecht, en Frans Holleman. Jullie hebben hem gezien, directeur bij bouwen en ontwikkelaar BBD. En Claudia Bouwens, programmaleider van het platform Klimaatadaptief Bouwen met Natuur, KAN. Waarin naast veel bouwers en ontwikkelaars ook BZK en RVO participeren. Ik begin het gesprek even bij Frans. We zagen jou in het filmpje spreken over Lego-blokjes en een belangrijke onderlegger voor een gebied. Waar draait het wat jou betreft om bij klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen? Nou, waar het om draait is, en dat zat ook net al in de vraag die gesteld werd, hè, hoe krijg je samenwerkingen voor elkaar? Aan de voorkant vroegtijdig samenwerken. Als je vroeg in de processen van gebiedsontwikkeling de zaken inbrengt, dan worden ze vanzelfsprekend en kosten ze ook weinig geld. Vaak word ik daarop bevraagd, want dan zeggen ze het is een stapeling van allerlei zaken die moeten gebeuren om iets klimaatadaptiefs te krijgen. Maar mijn stelling is, als je aan de voorkant echt voor in processen dit inbrengt, dan krijg je dingen goed voor elkaar. En dan kun je later ook die blokjes stapelen waar ik het over had. En wordt het eenvoudig om een totaalplaatje te maken qua klimaatadaptieve gebieden, wijken en dus woningen. Het is een heel langzaam proces. Dus soms zijn er wel drie collegeperiodes bij een gemeente, bijvoorbeeld, voor nodig voordat je dat eindelijk beklonken hebt. Hoe maak je het mogelijk dat je dan die ambitie nog vasthoudt? Nou ja, kijk, bij ons hebben wij een behoorlijk aantal grondexploitaties in Nederland lopen. En de gemiddelde grondexploitatie van grote gebieden duurt 15 jaar. Dat is 4 collegeperiodes. De kunst is om een goed startpunt te hebben. En dat goed vast te leggen. En als je die grondexploitatie als leidraad neemt van te behalen resultaten en je klimaatadaptieve denken er aan de voorkant in hebt, dan kun je het vasthouden. En natuurlijk, je moet oppassen dat je niet alles volledig dichtspijkert aan de voorkant, want voortschrijdend inzicht 15 jaar later is anders dan we nu 15 jaar terugkijken. Je zei het al, 4 jaar geleden wist je ongeveer wat klimaatadaptatie was, maar daar hield het ongeveer mee op. Je ziet wat er in de deal die we 4 jaar geleden aan zijn gegaan, wat het allemaal gebracht heeft. Dus voortschrijdend inzicht moet je beetpakken. Maar als je het aan de voorkant niet agendeert, ben je het sowieso al kwijt. Super, dankjewel. Ik ga naar Piet Sleking uit Dordrecht. Op welke manier heeft de City Deal en haar partners hier de afgelopen jaren werk van gemaakt? Hè? Zuid-Holland werd net al even genoemd, stond duidelijk op de kaart om als voorbeeld voor uniformiteit in het bouwproces. Welke resultaten heeft de City Deal opgeleverd en worden die ook gebruikt? Ja, mijn ervaring is dat de City Deal en alles daaromheen, maar ook de toenemende aandacht vanuit politiek en gemeenteraad, wel echt tot versnelling op dit gebied heeft geleid. Ik zit nu in mijn derde periode als wethouder. Nou, de eerste periode was mijn focus vooral op waterveiligheid. En is toch geleidelijk aan steeds meer verschoven naar de effecten van de klimaatverandering en de noodzaak om tot klimaatadaptatie te komen. We zijn, in Dordrecht heeft dat geleid tot echt een soort van roadmap voor klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling. En die wordt ook echt gebruikt. Dordrecht heeft een behoorlijke bouwambitie uitgesproken voor de komende jaren, met een behoorlijk aantal nieuwe woningen, allemaal binnenstedelijk. Een van die voorbeelden is gebied Amstelwijk, langs de A16. En daar was het echt een voorwaarde die is gesteld aan de ontwikkelaar, maar die heeft daar ook heel positief op gereageerd. Die plannen zijn onlangs gepresenteerd aan college en raad. Tot nu toe leidt dat tot enthousiaste reacties. Omdat je ziet waar het toe kan leiden. Het geeft nog best een uitdaging
ook voor de komende jaren, denk ik, om dat klimaatadaptief bouwen ook integraal door te zetten in de bestaande wijken. Hè. We hebben veel herstructurering. Ook daar wordt het meteen ingebracht. En juist in combinatie met die binnenstedelijke ontwikkeling, ja, blijft dit een aandachtspunt. Maar ik ben wel echt tevreden over de resultaten tot nu toe. Super, goed om te horen. Ik ga door naar Claudia, want die is bezig met om de samenwerking met het platform CAN op poten te zetten. Een samenwerking tussen ontwikkelaars. Samenwerking tussen ontwikkelaars en gemeentes is niet per se vanzelfsprekend. Zeker niet in de spanning tussen privaat en publiek. Hoe zie jij dat? En waar staan we dan nu met dit thema? Wat staat ons nog te doen? We hebben net dat platform opgericht. Dat is een samenwerking van Bouw het Nederland, NVB Bouw, NEPROM, samen met het ministerie van BZK en RVO. We zijn er net mee begonnen en we willen dat juist gaan doen om op de nieuwbouwlocaties te gaan kijken hoe we daar klimaatadaptief kunnen verbinden met natuurinclusief. Als je ziet hoe het in de Citydeal is aangepakt, dan is klimaatadaptatie het grote punt. Maar wat je wilt doen, is eigenlijk vanaf het begin eigenlijk ook die bewoner en de meerwaarde ervan aantonen. Dat kan eigenlijk alleen als je ook natuur meteen meeneemt. Dus mooi. Dat is hoe wij dat platform willen gaan insteken. Hartstikke goed, mooi. Ik ga nog even terug naar Piet, want de Citydeal 3 draagt nu over. Het stokje gaat zo naar Claudia. Als het goed is, heeft zij die ook ontvangen. Wat draag je over, Piet? Hoe moet het verder wat jou betreft? Nou ja, ik hoorde net al een van de sprekers verwijzen naar de Grexen, hè, waarmee je te maken hebt bij gebiedsontwikkeling. Ja. Daarbij is natuurlijk ook echt zoeken naar financieringsmodellen waarin klimaatadaptatie meegenomen wordt en vooral hoe je het kunt borgen en hoe je de kwaliteit van de wijk op langere termijn kunt waarborgen. Er zullen monitoringssystemen aan verbonden zijn om te voorkomen dat een wijk die klimaatadaptief bouwt en realiseert, dat je daar de effecten na enkele jaren toch weer ziet vervlakken. Ja. Dus de borging en PPS-constructies met name en in de Grex. Super, dankjewel. En ik zie ook een link met de rol van de financiële sector en misschien het stokje wat de VBDO iets zojuist heeft overgenomen. Claudia, heb jij het stokje ontvangen? En vooral, met welke ambitie ga je verder om dit thema dan verder te brengen? Jazeker, ik heb ook het stokje ontvangen. Dankjewel daarvoor. Er is al ontzettend veel gedaan de afgelopen 4 jaar. En er is ook ongelooflijk veel al te vinden op internet. Maar eerlijk gezegd is dat heel erg ingestoken vanuit overheden. En dat is prima, dat is hartstikke goed. Wat wij met ons platform willen gaan doen, is dat we proberen om echt op uitvoeringsniveau de problemen. Waar lopen we nou tegenaan? Hoe zorg je ervoor dat het echt werkt? Hoe ziet het eruit als je 5 of 10 jaar verder bent? Daar kunnen we ook aan slag slaan om naar de kosten te kijken. Hoe kunnen we dat op een goedkopere manier doen? Dat is één insteek hoor. Echt gewoon heel praktisch ervoor zorgen dat die ontwikkelaars en bouwers en corporaties en ook institutionele beleggers, die allemaal al zich hebben aangesloten. We hebben nu 20 bedrijven. Hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Hartstikke goed. Maar we willen er nog steeds ook gemeentes bij. Ja, dus de private kant en eigenlijk de uitnodiging, beste gemeentes en andere overheidslagen, sluit aan. Ja, en echt heel praktisch. Dus ieder die meedoet, neemt een project mee waarvan de start is voor 1 januari 2023. Zodat we daar de komende jaren meteen van kunnen leren en de ervaring met elkaar gaan delen. Hartstikke mooi. Mooie uitnodiging ook om in te stappen en mee te doen met de ambitie die jij meeneemt met het stokje. Dank jullie wel. Dank je Piet en Frans en Claudia. Super. Wij gaan alweer naar het ene laatste thema voor klimaatbestendige steden, aangeleverd en aangejaagd door de partners van de Citydeal. We kijken dadelijk weer naar een video. Dat zijn fragmenten uit een overzichtsfilm, zeg maar een documentaire, die tijdens die klimaattop, de Climate Adaptation Summit, in januari de première viert. Dus dat gaan we zien. Nu het thema groene leefomgeving.
Een van de dingen die je ziet bij onze ruimtelijke planning is dat we heel erg sterk denken in plekken. Een parkje in de buurt, een grote park verderop, een groot groengebied nog weer verderop. Terwijl als je kijkt naar hoe mensen en natuur de ruimte gebruiken, dan maken ze allebei gebruik van netwerken. Net als dat water stroomt via netwerken. Dus als je denkt in netwerken, dan denk je in het gebruik van het systeem. Dus het integraal denken, dat is het woord wat dan natuurlijk dan onmiddellijk opkomt. Zowel inhoudelijk als ruimtelijk. Nou ja, dat is een randvoorwaarde voor het realiseren van de groene metropool. Bij mij aan tafel gaat het gesprek over de groene leefomgeving met Egbert Rozen, directeur van de branchevereniging Ondernemers in het Groen. Donné Slange, directeur Natuur en Biodiversiteit bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En Jacco Schuurkamp, senior beleidsmedewerker en groene ambassadeur eigenlijk van de gemeente Den Haag. Jullie komen zo aan bod, maar ik start bij Egbert. Wat heeft de City Deal met de groene leefomgeving en waarom is het een belangrijk thema? Nou, ik denk dat het heel veel heeft inderdaad met de City Deal. Want als ik nou terugkijk op de afgelopen 4 jaar, dan kunnen we stellen dat we in een enorme mooie coalitie hebben samengewerkt. Mensen die beleid maken, mensen die financieren, mensen die onderzoeken, mensen die als professional werken, de wetenschap, alles er in feite bij, hebben eigenlijk gemaakt dat we in een hele integrale manier zijn gaan kijken naar hoe we groen en blauw eigenlijk nog beter kunnen gaan toepassen. En dus inderdaad ook zorgen dat onze leefomgeving nog klimaatbestendiger wordt. Dus groen en blauw zijn wat mij betreft heel duidelijk ook dragers als het gaat over het thema klimaatadaptatie. Is daar veel veranderd in de afgelopen jaren? Of was dat 4 jaar geleden ook al belangrijk? Nou, ik denk dat wat heel belangrijk is dat we met elkaar hebben gezocht naar hoe we de natuuroplossingen, de nature-based solutions als het ware, nog meer toegepast konden krijgen als een hele kostenefficiënte manier om klimaatadaptatie te bereiken. Super, tof. Jacco, je bent hier mee bezig binnen de gemeente Den Haag. De voordelen van groen lijken heel groot. Wordt het nou overal toegepast? Elke straat en stoeptegel die open gaat, groen? Nee. Nee, het is, en dat is eigenlijk ook het spannende en soms ook het waar ik een beetje ongeduldig van word. Er zijn ontzettend veel kansen, maar het is ook ingewikkeld omdat je in een stad allerlei claims liggen op de ruimte en allerlei mensen die wat willen. Dus wij moeten eigenlijk met z'n allen leren om de kansen die er zijn en die effectief zijn, ook als je helemaal niks met groen hebt, alleen al vanuit een economisch standpunt, effectief, doeltreffend, zouden we moeten doen. Jongens, alsjeblieft. Wat moet daar dan voor? We moeten gewoon doen. En dat is het leuke ook van zo'n City Deal. We moeten gaan doen. Ja. We hebben het ultieme antwoord nog niet. Maar dat komen we alleen als we zelf aan de slag gaan. Ja. Volgens mij is de groene leefomgeving een heel divers speelveld met veel opgaven. Misschien moeten we dat stokje wel in 10 plakjes zagen. Of ga jij daarover, Donné? Misschien. Als natuur en biodiversiteit. Ja. Ja, ik vind het ook erg leuk. Ik ga er niet alleen over. Nee? Volgens mij doen dat de mensen die wonen en werken in een gebied. Hè, dat doen de bestuurders, maar dat doen ook andere sectoren, private instellingen. Maar ik maak er wel onderdeel van uit, want wij zijn enorm gedreven om te zorgen dat die biodiversiteit hersteld wordt. Ja. Want onze leefomgeving gaat heel hard achteruit. En als je nou denkt in win-win, hè, we hebben bij klimaatadaptatie al gezien dat als je het mooi inricht, dan wordt het veel leefbaarder, wordt het veel mooier. Het wordt prettig om te verblijven, zeker in zo'n periode nu als COVID. Het is ook heel fijn als je in je stedelijke omgeving even buiten kunt zijn. Dat is belangrijk, maar het is nog belangrijker voor wat er overheen zit, namelijk de biodiversiteit. Want uiteindelijk gaat het dan over herstel of behoud? Sorry? Gaat het echt over herstel of behoud? Het gaat echt over herstel. Het gaat op dit moment ontzettend achteruit. Ja. Dus we moeten beginnen om eens even op die rem te trekken, om te zorgen dat we in ieder geval in stand blijven. Maar we hebben processierups is daar een voorbeeld van. Heel simpel, daar hebben we allemaal heel erg jeuk van gehad in het voorjaar en vorig jaar ook al. Nou, dat gaan we volgend jaar weer krijgen als we die biodiversiteit niet herstellen. En we kunnen het wel bestrijden, maar daarmee heb je nog niet het ecosysteem op orde. En eigenlijk COVID is ook de oorzaak van COVID zit ook in biodiversiteit. Ja. Dus het is belangrijk om dat mee te laten liften. En juist dit soort praktische dingen, gewoon doen, hè, dan weet je niet altijd het antwoord. Je zult ook tegen vragen aanlopen, maar die kun je ontwikkelen. En zo'n handboek of zo'n handleiding zoals dit hier gegeven wordt, geeft een hele hoop kennis hoe je dingen kunt gaan doen. En dat gaat over inrichting van de ruimte, maar het gaat ook over hoe je gebouwen ontwerpt en het gaat ook over welke grondstoffen je daarvoor gebruikt.
Ja, en is dat dan de rem om iets te herstellen? Of zijn het ook stappen voorwaarts die je kan... Die kennis is nog niet zo adequaat dat ik dat nu kan zeggen. Maar we hebben wel het gevoel en ook de drive om vanuit de gedachte... de natuur zit niet alleen in die Natura 2000 gebieden en de biodiversiteit ook niet. Het zit overal en als je dat voor elkaar krijgt... ben ik er in ieder geval van overtuigd dat het gaat werken. En we bouwen er met z'n allen aan om dat verder te onderbouwen en de kennis daarvoor te ontwikkelen. In hetzelfde Den Haag dus nog flink ambitie om het ook nog eventjes gewoon te gaan doen, Jacob. Nou ja, en ook om elkaar uit te nodigen, want we hebben hele verschillende verantwoordelijkheden. En we werken allebei in grote bureaucratieën. Dat is nog niet helemaal het paradijs op aarde. Maar oké, daar werken we dan vrolijk aan. Heel goed, heel goed. Egbert, jij mag de overdracht doen, hè? Ja. Met ook de ambitie... achteruitgang van biodiversiteit. Het is serieus werk waar het nog niet zo gewoon is om te gaan doen. Wat draag je over? Volgens mij mag je hem overdragen aan je buurman. Ik denk dat ik iets heel moois ga overdragen. Want Dané, ik ga jou zo meteen het estafettestokje geven. En er zit een bijlage bij van een kilo. En eigenlijk die bijlage ligt al daar. Want wat we inderdaad gaan doen is, we hebben de afgelopen jaren in die mooie coalitie samengewerkt. Waar we samen bezig zijn geweest naar hoe kunnen we inderdaad kijken naar meer klimaatadaptatie. Hoe kunnen we eigenlijk bereiken dat we samen uiteindelijk meer levende tuinen, meer levende gebouwen en meer levende openbare ruimtes kunnen gaan creëren. Te zorgen dat we die baten van groen, dat we die laten landen inderdaad in natuur, in klimaat, in gezondheid en economie. En dat is nou precies inderdaad wat we in dit boek hebben samengevat. Waarmee we hopen eigenlijk ook, en dat is wat ik met het sokje ook ga doen, dat we samen de grote slag kunnen gaan maken naar meer klimaatadaptatie, meer natuurinclusiviteit, zo moet ik het zeggen. En dat we daarmee uiteindelijk ook de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven voor onszelf verder kunnen verbeteren. Super. Leggen van hierop. Dankjewel. Alsjeblieft. Want dit is natuurlijk prachtige bijlage bij zo'n stokje. Ja. Dit stokje krijg ik met die bijlage, waarin eigenlijk hier al heel veel staat hoe we het met elkaar kunnen gaan doen. En ik wil dit stokje eigenlijk gebruiken om wat meer op te schalen en ook te kijken wat je als Rijk daar weer aan kan doen. Ik zei al, we kunnen heel veel aan kennis doen. We kunnen ook heel veel samen gaan werken als overheden. Hè? Want ik bedoel, als Rijk is niet één woord nu. Het is wel één woord, maar het is niet altijd één gezicht. En we hebben in ieder geval het stokje al zodanig opgepakt dat ik vanuit de Groene Stad in ieder geval de departementen die erover gaan bij elkaar heb gezet. En gekeken hoe kunnen we dingen bij elkaar brengen. Dat zit hem in de regelgeving, dat kan ook in kennis zijn. Nou, en ik wil met dit stokje eigenlijk opschalen en dat verder verbeteren. Super. Veel succes. Dankjewel. En volgens mij, Bart, als jij nog een foto wil maken of dat na afloop even komt, gaan jullie gang. Dank jullie wel. Wij gaan namelijk in deze livestream door naar het laatste blok alweer. En dat is de stedelijke adaptatiestrategie en beleidsmix. En daarin worden we geïntroduceerd door een bijzonder en net hersteld persoon. Een stad in de Delta is een enorme uitdaging. Een geweldig mooie stad, want je kunt natuurlijk met Delta water economie maken. En deze stad heeft dat goed begrepen. Afgelopen jaren gelukkig geen overstromingen gehad in het centrum van de stad. Dankzij het feit dat we wateropslagsystemen hebben georganiseerd. En daar hebben we miljoenen euro's in geïnvesteerd. Wij zijn er nog niet, want de temperatuur in de stad is nog te hoog. Dus de temperatuur moet naar beneden de komende jaren. En we hebben nu zo'n zevental plannen met vergroening van de stad. Met het doel om uiteindelijk ook in het centrum van de stad, op aan de andere plekken, de temperatuur in de stad terug te brengen. Om op die manier ook de leefbaarheid en de kwaliteit van de stad te vergroten. Over dit laatste thema in een serie van 7 spreken we online met Lisbeth van Tongeren, wethouder, gemeente Den Haag. Glimina Tjakoor, wethouder, gemeente Groningen. En Dirk Siert Schoonman, dijkgraaf bij waterschap Drentse Overijsselse Delta. Welkom allemaal. Lisbeth, ik start met jou. Het is een mondvol, hè? Stedelijke adaptatiestrategie en beleidsmix. Waar hebben we het over en hoe ver staan we daarmee? Ja, daar kan je natuurlijk een half uur college over geven. Maar misschien met een voorbeeld uit je eigen stad. Wat we in Den Haag vooral proberen te doen is, hè, als je woorden hoort als natuur, inclusief, leefomgeving, klimaatadaptatie, een gewone burger zegt dat 3 keer niks. Dus waar wij het over hebben, is een voorbeeld is het Kromvliet Park. Dat zit in een van onze armere buurten in Laak. En dan zijn we gewoon mensen gaan vragen van jullie hebben dat park voor de deur, de stoepen staan ze nu en dan blank. Wat willen jullie?
En dat was, wij willen regentonnen, wij willen wat meer groen, wij willen speelvoorzieningen in dat park. En die bomen, die verliezen hun blaadjes, het wordt daar te droog. Dus er is een hele grote waterberging onder dat park gekomen, waar je ook uit op kan pompen in droge tijden. En de panden daaromheen zijn we allemaal kleine projecten wezen doen voor vergroening. Geveltuintjes, wat stenen, wat tegels uit de achtertuinen bij huizen. Om het op een werkbare manier zonder beleidsjargon aan gewone mensen te laten zien. Want al deze dingen gaan alleen maar werken als de mensen in de stad gewoon zeggen, we zijn trots op een groene stad. Ja. We zijn trots op die stad aan zee. En we begrijpen waarom dat groen tegen de gevel komt. En we vinden die groene daken mooi. Ja. Want het ziet er goed uit en het houdt de bovenverdieping wat koeler. Dus mooi. Dus eigenlijk als je dat termen voor elkaar krijgt, als je dat voor elkaar krijgt, heb je het als stad goed gedaan. En dat betekent dus dat je in huis best wel veel te doen hebt. Veel vertaling, ja. Ja. Glimina, wat maakt zo'n beleidsmix nou succesvol? Misschien ook het Groningse voorbeeld, maar je bent ook nog niet klaar met deze uitdaging. Wat moet er nog graag verbeteren? Ja, er moet nog veel gebeuren inderdaad. Wat we zien in Groningen is dat wij sinds begin van dit jaar ook een adaptatiestrategie hebben opgesteld. We noemen dat in Groningen klimaatbestendige agenda en een uitvoeringsplan. En wat het succesvol maakt is de samenwerking die wij intern hebben, maar ook extern binnen de gemeente. We hebben dit samengesteld met een groot intern team, maar ook externe. Denk aan de GGD, denk aan de veiligheidsregio, de provincie en de waterschappen natuurlijk. Kunnen ook niet ontbreken. En intern, wat we hebben gedaan, is dat we werken vanuit één kernteam. En die bestaat uit medewerkers van de ruimtelijke beleid, groen, stadsbeheer, ruimtelijke strategische ontwerp, sociaal beleid, gezondheid. Nou, iedereen bij elkaar. Dus dan heb je dus van beleid naar ontwerp, naar uitvoering en naar beheer. Dan komt het eigenlijk heel mooi samen. En ik denk dat die samenwerking juist zorgt dat wij ook de juiste keuzes kunnen maken. Of weten welke keuzes we zouden moeten maken op bepaalde locaties. En wat de effecten zijn die ontstaan onder invloed van de klimaatverandering. Wat effect dat heeft op gezondheid. En ik denk een recente mooi voorbeeld die ik wel heel graag zou willen delen met jullie, is hoe een grote winst is als je op het moment dat je die samenwerking aan wil gaan met inwoners, want dat moet je ook, want een grote gedeelte is niet in ons eigen beheer, dat ligt qua oppervlakte bij onze inwoners, we hebben ze ook nodig. Dus we zien nu dat de klimaatadaptatie door onze inwoners te verleiden met inderdaad, zoals Lisbeth ook aangaf, regentonnenacties, groene daken, ja. Maar ook elke dag een boom uitdelen, letterlijk gewoon doen. Dat hoorde ik net ook al voorbij komen. Super. Dan zie je dus dat het gaat werken. En een mooi voorbeeld, de Grote Markt in Groningen, ik weet niet of jullie in Groningen zijn geweest, is op dit moment ontzettend versteend en maar een aantal jaar geleden ging die discussie heel anders. Toen waren op de grote de bomen op de Grote Markt vrijwel ondenkbaar. Omdat het past niet binnen de cultuurhistorische waarden. Het zou ruimte weghalen, waardoor we geen kermissen, geen evenementen zouden kunnen halen. Nou, noem het maar op. En nu staat het niet meer ter discussie, omdat we dat ook als bestuur hebben vastgepakt. En gaat het hooguit over hoeveel bomen zou je nou willen plaatsen. Mooi, en mooi. Een mooi voorbeeld om eigenlijk die omslag ook te laten zien van wat een adaptatiestrategie en beleidsmix dus voor effect kan hebben. Ook heel concreet op je grote markt. Hey, we gaan even naar Dirk Siert. De rol van het waterschap in zo'n stedelijke adaptatiestrategie, waar gaat dat over? Hè? En hoe vervul je die rol dan ook in misschien de werkregio? Misschien Ed Anker hier, wethouder van Zwolle, die zit in jullie werkregio onder andere, is vandaag ook aanwezig. Gaat dat? Ja, heb je dan een hele andere rol? Speel je de tweede viool als waterschap of heb je daar iets bij te dragen? Nou, dan heb je zeker iets bij te dragen. Kijk, we hadden het over de beleidsmix. En dan gaat het natuurlijk over dat je aan de voorkant in ieder geval de bewustwording laat plaatsvinden. Dat je ook vanuit het waterschap aangeeft waar je op termijn wellicht dilemma's ziet die opgelost moeten gaan worden. En die koppel je aan de opgave van een stedelijk gebied. En daarover ga je gezamenlijk in het gesprek. En ja, dan is het ook wel de uitdaging om vooral ook van onderaf te stimuleren. Dus ook de burger
de wijkraden, woningcorporaties erbij te betrekken. En dat kan uiteindelijk in diezelfde beleidsmix ook door bijvoorbeeld een stimuleringsregeling. Vanuit Drentse Overijssel Delta hebben we zo'n stimuleringsregeling. En dan zie je ook dat kleine initiatieven in de wijken makkelijk opgepakt worden. En waardoor ook zeg maar, burgers zelf in actie kunnen komen. Het is niet alleen maar dat de overheid hier in actie moet komen. Maar het helpt ook als de burger zelf iets kan bijdragen om die stap te zetten. Super, mooi om te horen. Het lijkt ook dat er ondersteuning nodig is en leren en uitwisseling van elkaar. Ik kan me voorstellen dat het waterschap met de gemeentes en burgers en initiatieven daarin ook een belangrijke rol speelt. Maar ook netwerken zoals KANS, waar middelgrote steden zijn verenigd, of de VNG, de werkregio's kunnen daar een rol in spelen. Daar nemen jullie, daar dragen jullie ook aan bij, denk ik. Misschien nog even terug naar Liesbeth, want het moment van stokje overdragen, als het goed is die naar Groningen verzonden. Dat gaan we zo checken. Maar wat draag je over? Ja, als ik Glimina zo hoor, dan weet ik niet of we er eerder samen opwerken dan dat ik iets specifieks overdraag. Maar misschien het enthousiasme voor de grote hoeveelheid groen in een grote stad in het westen. Naar een grote stad met binnenkort een grote markt met bomen erop in het noorden. Dus, precies wat Glimina doet, iets uitdagends, symbolisch neerzetten en vervolgens een goed samenhangend team. Dus ik denk dat we eerder samen optrekken dan dat ik nou de wijsheid in pacht heb die ik ga overdragen. Ja, oké, mooi. Dank, mooi samenspel. Misschien nog, we zijn benieuwd of het stokje is overgekomen in Groningen. Zeker. Heel goed. Mogen we hem zien? Hartstikke idee. En de eerste stappen, wat ga je ermee doen? Of welke actie verbind je hier aan? Ja, we hebben uiteraard de afgelopen jaar een heleboel grote stappen gezet. We weten nu inderdaad waar onze kwetsbare situaties zijn met de hittestress die we hebben uitgevoerd. Maar we gaan ons de komende periode richten op de urgente situaties die we gaan oppakken. Die zeg maar het veiligheid en de gezondheid van onze inwoners in het geding brengen. Maar ook denk ook aan de aanrijdroutes van hulpdiensten. Die mogen natuurlijk niet onder water komen. Wat waar nog een uitdaging ligt, is bijvoorbeeld, en ik denk dat anderen dat ook wel herkennen, is de hittestress en de aanleg van meer groen. Wat wij zien is dat we daar gewoon weinig financiële mogelijkheden voor hebben. Die zijn gewoon veel beperkter. En als we daar wat willen gaan doen, dan zijn we afhankelijk van subsidies, et cetera. Terwijl bij klimaatadaptatie, dan kun je bepaalde koppelkansen creëren. Bijvoorbeeld met riolering. En juist op het gebied van hitte. Ja, dan vraagt de stad toch wel om meer ingrijpende maatregelen, meer groen, meer schaduw. En gelukkig pakken we de nieuwbouwlocaties ook wel ontzettend goed aan. Maar als het gaat om bestaande locaties, ja, dan heeft dat toch een grote uitdaging. En dan vergt dat wel een injectie. Ik hoorde aan het begin van dit gesprek de mooie city deal die daar aankomt als kans om daarop in te stappen. Dus ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Nee, we pakken de stok aan en we gaan inderdaad aan de slag. We zijn heel blij hiermee en het zorgt er alleen voor dat we een stap verder gaan. Super, dank jullie wel. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Wij gaan door naar de laatste ronde, het slotpleidooi. Want we hebben een boel resultaten gezien. Volgens mij komen er hier nog een paar gasten weer terug aan tafel. We zitten in een lichte overtime, maar we hebben al heel wat thema's behandeld. We gaan het slotpleidooi bij elkaar halen met Ed Anker, founding father van de City Deal. Ook komt Peter Smit terug aan tafel, wethouder of bestuurder bij het waterschap Amstelgooi en Vecht. En onze eigen Delta-commissaris Peter Glas, die mag hier plaatsvinden. Welkom. We hebben veel resultaten gehoord. Mooie ambities, commitment, nieuwe trekkers. We zijn klaar, maar we staan ook. We zijn nog niet klaar, maar we staan klaar. Dus misschien Peter, om met jou te beginnen, welkom. De afgelopen anderhalf uur hebben we 7 thema's besproken die behoorlijk relevant zijn. Ja. Waar veel is gebeurd. De City Deal heeft ook verbinding gemaakt met sectoren buiten de voor jou bekende watersector. Stokjes overgedragen, stappen gezet. Wat heb jij gemerkt de afgelopen 4 jaar van deze City Deal?
Ja, ik ben heel blij hier vandaag te kunnen zijn. On the road to an adaptation summit, laten we dat ook niet vergeten. Ja, ik sta er misschien een beetje voor. Dus maar de voorbeelden die we hier zien, die kunnen denk ik ook een rol gaan spelen op dat internationale forum in januari. Goed, dat gezegd hebben, er is hier natuurlijk de afgelopen 4 jaar ontzettend veel gepresteerd. Grote complimenten daarvoor. Het was in 2016 dat dit is begonnen. Ed, wij kennen elkaar al wat langer, Peter ook. De laatste keer dat we elkaar zagen, zijn we helemaal verzopen in de regen langs de IJsseldijk. Dat heugt me nog enorm. Dus het kan wel. Het is weggegooid. Ja, maar grote complimenten daarvoor. Ook aan iedereen die ik in de laatste 1,5 uur voorbij heb zien komen. Er worden stokjes overgedragen. Ja, het is eigenlijk zwaankleven aan. Niemand laat iets los vandaag, denk ik. Zelfs als je het stokje overgeeft. Maar goed, dat is de symboliek. Zwaankleef aan, zou ik zeggen. Dus iedereen aan boord, blijf aan boord. In 2017 is het Delta-plan ruimtelijke adaptatie ook echt geland in het jaarlijkse Delta-programma. Daar hebben jullie het voorwerk voor gedaan, in belangrijke mate. Niet alleen de gemeente en andere instellingen die hieraan verbonden waren, maar het is ook veel breder, kan ik getuigen. Ik kom nog wel eens ergens in het land, zelfs nu. Het is ook heel mooi. Eergisteren in de Staatscourant de nieuwe impulsregeling die beschikbaar is voor de 45 RA-regio's inmiddels in het land vanaf 1 januari. Dus ik zou zeggen, wethouders, dijkgraven en andere woningbouwcorporaties aan de bak, samen goede ideeën ontwikkelen, inleveren bij het loket van het ministerie. En dan komt er ook een financieel zetje in de rug, 200 miljoen. Maar daarnaast, vanuit de regio, even over de duim, 400 miljoen denk ik. Dus dat is een enorme impuls. Complimenten. Mooi, mooi. Dus een city deal met impact zou je kunnen zeggen, met ook nog behoorlijke opgaven voor ons. Voordat we naar jullie slotpleidooien gaan van waar gaan we naar naartoe en waar roepen we toe op, wil ik eigenlijk nog een compilatie tonen van perspectieven op de stad van morgen. De stad van de toekomst zal op heel veel punten anders zijn dan nu. De stad van de toekomst zal energie-neutraal zijn. Een stad van de toekomst zal klimaatadaptief zijn. Nou, wat wij heel mooi zouden vinden is eigenlijk als we in de stad van de toekomst een inclusief klimaatbeleid hebben. Dat we eigenlijk in de bestaande structuren die we hebben, dat we niemand uitsluiten uit de stad. Een stad van de toekomst is per definitie adaptief. Een stad die als het ware verregaande vormen van natuurverschijnselen en veranderingen in de natuurverschijnselen kan overleven. De groene metropool van de toekomst, is daar zit die vermenging in van groen, van natuur, van wonen, van werken bij elkaar. Ik zie de stad van de toekomst waarbij we water niet meer als vijand zien, maar als compagnon. Dus ik denk dat de toekomst, denk ik dat we verstandige ontwerpkeuzes moeten maken. Maar er hoort bij ook dat we risico accepteren en dat we dat ook expliciet maken en eerlijk over zijn naar elkaar. Nou, ik zie de toekomst heel optimistisch tegemoet, namelijk het kan wel, maar we moeten het wel met z'n allen doen. Dus op die manier wordt de stad denk ik steeds klimaatbestendiger, maar ook mooier, leefbaarder en aantrekkelijker voor iedereen die er woont. Het is niet zozeer de vraag of het lukt. De vraag is, hebben we een andere keuze? En wat moet? Dat moet. De afgelopen 1,5 uur komen een aantal woorden volgens mij bovendrijven. Samenwerking, samenspel, integratie, koppelen. Dat is niet niks als je van iets bent. Want dan moet je ook iets laten of een verbinding leggen. Ed en Peter, jullie hebben beide een voorbeeld volgens mij in een regionale delta-strategie. Steden als Amsterdam en Zwolle zijn aan het puzzelen met integratie van meerdere steden. Is dat een van die sleutels richting de toekomst? Hoe zien jullie dat? Ja, als ik mag, ja, ik denk het wel. Juist dit onderwerp geeft ons alle reden om samen te werken. Omdat je het echt niet in je eentje kan. Iemand zei het net in de vorige sessie, geloof ik. De grond is echt van weet ik niet hoeveel eigenaren. Dus we moeten het al met elkaar doen. En daar is iets anders wat mooi is. Hè. Het is vandaag bijna allemaal over steden gegaan. Steden zijn de plekken waar mensen bij elkaar komen. Dat zijn de plekken waar de creatieve oplossingen vandaan kunnen komen. Juist als je het met elkaar doet. Dus ik herken echt wel dat gevoel van ik moet iets loslaten. Maar ik heb er ook telkens weer heel veel voor teruggekregen. Ja, mooi.
Peter, hoe kijk jij daarnaar? Is resilience by design is ja, volgens mij... Je zegt van, hoe kijk je ernaar? Maar ik kijk er graag naar met de bril van 2100. Want de afgelopen 4 jaar hebben we heel veel gedaan. De ambassadeur van Den Haag die had het daarover, gewoon doen. Maar terugkijken vanuit 21, wat hebben we te doen? Dat is niet alleen maar stenen stapelen voor woningen, asfalt leggen voor wegen en spoorlijnen leggen. Dat is echt met de onderlaag van alle aspecten die hier voorbij komen. Klimaatadaptatie, een gezond watersysteem, ecologie, landschap en energie. Als je dat allemaal koppelt en terugkijkt van wat hebben wij te doen vanuit de blik van 2100, dan is het te doen en het is te betalen. Het is financierbaar. Want er is naar gekeken met resilience by design. Jij noemt de kreet al. Hij scoort denk ik hoog op de Bobo bingo. Zeker. Op 5 november gaan we die presenteren. Dat is een traject geweest wat in 2020 heeft plaatsgevonden. 2 projectteams, niet bestaande uit alleen maar ontwerpers of alleen maar overheden. Nee, ontwerpers, overheden en ook economen. Dus ook die financieringskant, die hebben we erin meegenomen. En ik denk dat het is een initiatief vanuit de metropoolregio Amsterdam, polycentrisch, met veel meer steden dan alleen maar Amsterdam. Maar het is een hele mooi cadeau en een hele mooie kijk op hoe we dit in Nederland kunnen gaan fixen. Mooi, mooi. We hadden al, dit is eigenlijk de tweede uitnodiging, 5 november staat in de agenda, 29 oktober staat in de agenda, de nieuwe City Deal integrale aanpak. Het komt allemaal een beetje samen. Vanochtend trouwens nog een nieuwe aanbod. Ik mocht een panel leiden over festivals. Dat zijn eigenlijk mini-steden. Zou er ook een Delta-strategie op kunnen toepassen op festivals als proeftuin? Nou, daar moet ik over nadenken. Overigens, binnenkort hebben we wel weer een Delta-congres. Eigenlijk ook een soort Delta-festival wat dat betreft. En dat ontwikkelt zich ook. Nee, wat dat betreft is alle creativiteit is welkom. En ik denk dat ook de creatieve ideeën, en die kunnen heel breed gaan, om die te verbinden aan zo'n onderwerp als klimaatverandering of klimaatcrisis zelf, daar zit ook een uitdaging in. Ik hoorde Lisbeth van Tongeren geloof ik zeggen van ja, soms als je met zoiets komt als wateroverlast of klimaatadaptatie, dan zegt natuurlijk iemand in de straat, waar heb je het over? Ja. Maar misschien als je de wijk ingaat, en we hebben hier mensen die dat doen, en zeggen, wat is hier aan de hand? Wat zit jullie dwars? Of wat zijn jullie dromen? Dan voorspel ik wel, binnen een kwartier heb je het ook over water, want water stuurt. Hè? Dat is een van de motto's van het Delta-programma. En zo, op die manier, als je dat, mijn Delta-programma van dit jaar de achterkant even zou bekijken, kan ook digitaal, dan staat er alles op alles voor een veilige en leefbare Delta. En in die leefbaarheid, daar zoeken we het nu. Mooi. Misschien voor de kijkers thuis, dat het kwartier van Peter wil ik ook nog even noemen. Excuus dat het een kwartiertje langer duurt, maar in een kwartiertje moeten we toch wel een paar belangrijke boodschappen kwijt. Ik ben namelijk heel benieuwd naar dat stukje sleutel over die samenwerkingsverbanden en wat niet zelf vanzelfsprekend is. Kun je daar nog iets over toevoegen of hebben ze het wel een beetje door hier? Ja, nou ja, volgens mij zijn er heel veel dingen genoemd. Misschien één ding wat ik zou willen toevoegen. Nou, ik heb eigenlijk 2 dingen te zeggen, als dat mag. Zeker. Het eerste is... iets wat heel erg onderschat wordt, volgens mij, in het creëren van dit soort type samenwerkingen, is dat het niet alleen maar een kwestie is van het goed organiseren, maar ook van het echt, nou, ik zou het willen noemen, samen dingen meemaken. Want je moet samen iets doen, maar je moet ook de meerwaarde ervan zien dat je eigenlijk al die tijd met elkaar investeert om iets te bereiken. Ja, bedoel dus je bijvoorbeeld de foto's die Ed heeft weggegooid? Ja, precies, daar ben ik benieuwd naar. Ja, maar ga naar die plekken waar je ziet, hier gaat het om. Dit moeten we doen. En ook waar je de toekomst al in wording ziet. Waar je daadwerkelijk ziet dat het wel kan. Een klimaatadaptief systeem. Dat is mijn toevoeging. Maar ik wil ook eindigen met een oproep. Want kijk, als je helemaal op dat punt van vanzelfsprekende samenwerking komt. Hè, wat hier dan een beetje lijkt te gebeuren. Dan is er ook misschien heel goed om even een kritische noot te noemen. Want dit soort type samenwerkingen. Die teren heel erg op een coalition of the willing. Hè, op de bereidwilligheid om mee te doen. En om eigenlijk ook die dingen te gaan doen waar... maar daadwerkelijk energie op zit. Maar het punt is wel, volgens mij is dat al heel erg een aantal keer genoemd vandaag, dat als je daadwerkelijk een klimaatadaptief systeem wil hebben, dan moet je ook echt het moeilijke gaan doen. En de oproep die ik dus eigenlijk wil doen, we hebben er al een hele mooie voorbeelden van gezien, maar ga nou op alle schaalniveaus met elkaar kijken wat is het moeilijke en hoe kunnen we met elkaar samenwerken om ook daarin heel concrete stappen te zetten. Super, een hele mooie opgave om mee te nemen. Barry, ik ben benieuwd, gaat het nog los of kun je ze allemaal temmen daar op de chat? Het gaat helemaal los. Goed zo, dan ga ik afronden. Goed, want dan gaan wij door naar het einde. Dank
dank alle sprekers hier. Jullie krijgen zo nog een laatste woord, heren. Dus prepared, zou ik zeggen. Maar dank alle sprekers ook. Alle stokjes aangevers en ontvangers. En heel veel succes. Maar ook alle helden van de City Deal en van het City Deal netwerk. Dank u voor jullie inzet voor de Nederlandse steden. En om die een beetje meer klimaatbestendig te maken. Waardering ook voor de organisatie, hè? Barry, die staat daar voor en achter het podium. Er zitten nog heel veel meer mensen die hier hard hebben gewerkt. Road to CAS en de weg naar de Climate Adaptation Summit. Er is veel werk en er wordt veel werk verzet. Er komt ook nog een mooie film aan, dus ben erbij in januari. Tijd voor jullie slotpleidooi. Willen jullie als City Deal samenwerkingsverband en betrokkenen rond de klimaatbestendige steden nog iets meegeven aan... misschien aan je buurman, maar misschien ook wel eventjes kijkend naar de verkiezingen volgend jaar, naar het nieuwe kabinet. Wat zou jouw oproep nu zijn als het gaat om die klimaatbestendige steden? Peter. Ja, ik luister net naar het verhaal van Suzanne en dan denk ik aan vooruit ontwikkelen. Misschien ook een kreet die scoort op de bingo. Maar ik denk dat het volgend kabinet aan de slag moet gaan. Het raakt zoveel afdelingen van verschillende departementen. Dat vraagt echt om iets overkoepelends. Misschien wel met die bril vanuit 2100. Dat we dan vooruit ontwikkelen. Dat we dan zorgen dat de ecologie, landschap en watersysteem... dat al aansluit en geborgd is. Waar we dan op kunnen voortbouwen met alle opgaven die we hebben. Heel goed. Ja, Suzanne, je bent enorm inspirerend. Het moeilijke doen, daar hou ik van. Het moeilijke doen. Het moeilijke doen, want je gaat eigenlijk bij alle traditionele ontwikkelingen zeggen... het moet nu ook klimaatactief. En ineens moeten er allemaal dingen die ze van tevoren misschien niet moesten. En dan ga je te horen krijgen, dat kost allemaal meer geld, ik kan dat nou allemaal wel. Maar Frans Holleman, ik ken hem ook vrij goed in Zwolle, die zei ook... als je het vanaf het begin af aan meeneemt, dan kan het. Je gaat te horen krijgen, je wil met twee voeten in één schoen. En ik zeg al een heel aantal jaren, ik doe niet anders. Dat is het werk van een overheid. Met zoveel mogelijk voeten in één schoen en het kan wel. Super. Nou, ik heb maat 47, dus daar kan heel wat in. Kijk. Maar dat terzijde. Nee, wat ik hoor is heel, heel positief. Ik wil misschien zeggen wat ik vanochtend in een andere sessie ook zei. Want toen was het in het Engels. En toen zei ik, everyone is a decision maker. Iedereen is een beslisser. In je persoonlijke leven, of je nou wethouder bent, of heemraad, of bij een woningbouwcorporatie werkt, waar dan ook, elke dag neem je beslissingen. En elke dag als je een beslissing neemt om iets te investeren, of aan groot onderhoud te doen, of wat dan ook, of ergens de schop in de grond te steekt, in dat fysieke domein waar we wonen, werken, leven, denk dan aan... wat is de consequentie vanuit die klimaatopgave? Wat kan ik bijdragen, ook in termen van neutraliteit, CO2-neutraliteit? Kan ik iets toevoegen op het gebied van biodiversiteit, circulariteit? Het lijkt heel veel, maar ik ben het helemaal met Ed eens. Leg het midden op de tafel vanaf de allereerste dag dat je een besluit wil gaan nemen. Dat kun je thuis en dat kan iedereen in zijn professionele leven ook. En dat zou mijn oproep zijn. Hartstikke goed. Mooie oproepen om ook sowieso de tanden in te zetten. Dank jullie wel. Dit was het Oogstfeest. Maarten, we hebben een bingo. Een bingo? We hebben een bingo. Oh ja. Wanda Sweres heeft de bingo. Ze hoeft niet in de uitzending, maar ik heb haar beloofd dat de paraplu haar kant op komt. Hartstikke goed. We gaan hem zelf brengen op maar de fiets. Maar even één vraag. Weet je wel welk woord... Ik heb de woorden voor even, je. Even woorden... drie nieuwe woorden. Niet nieuwe woorden. Gehoord. Ja, gehoord. Integrale aanpak, innovatie. En ik denk van Ed, tuin als deltawerk. Dat waren de woorden van Nanda. Oh. Dus dankzij Ed. Gefeliciteerd op de slotseconde ongeveer. Dus dit was het oogstfeest van de City Deal Klimaatadaptatie.